Goedemiddag dames en heren, van harte welkom bij de Cedrislezing 2022 hier vanuit het prachtige Diligentia. U kon al even een beeld vanaf buiten zien. Wij staan hier in de zaal. Ja, en ja, toch net als vorig jaar niet met z'n allen in één zaal, maar toch een beetje bij elkaar. We hebben een paar mensen hier natuurlijk in deze ruimte, maar u bent vanuit huis of vanuit uw werk nu aan het kijken. En kunt natuurlijk ook weer een beetje meedoen met deze Cedrislezing. Het is wel een lezing, dus het is een belangrijk deel ook gewoon luisteren, laten inspireren deze middag. Maar u kunt ook nog later eventueel vragen stellen. En dat kunt u doen via Slido. Dus als u nu op uw scherm kijkt, ziet u als het goed is ergens aan de rechterkant, volgens mij even uit mijn hoofd, de mogelijkheid om via Slido straks vragen te stellen. Dus dat zeg ik alvast even, want dan kunt u dat misschien even voorbereiden. Of wilt u even kijken hoe dat werkt. En dan weet u in ieder geval dat u ook deze middag mee kan doen. Het is een Cedrislezing, maar het is ook eigenlijk nog een afscheid van de voormalig voorzitter van Cedris, Job Cohen. Nu voorzitter in rusten. En hij is niet hier in deze zaal, maar hij is volgens mij wel online aanwezig. Ik check even of dat inderdaad het geval is. Of die er al is. Eens even kijken of we hem horen. Dag Job, ben je er? Ja, even kijken. Kan je me horen? Ja, we kunnen je nog niet horen. Maar ik hoor in ieder geval wel van mensen hier in de zaal roepen dat je er in ieder geval bij bent. Later op deze middag komen we daar in ieder geval nog heel even bij terug. Want we willen toch nog zeker even stilstaan bij jouw tijd bij Cedris. En we hebben ook nog iets speciaals deze middag. Maar zoals gezegd, daar komen we later deze middag op terug. Dat zal rond de klok van 3:15 zijn. Dit programma duurt tot 3:30. De Cedrislezing. Het is een traditie. Het is al de 10e keer dat de Cedrislezing wordt gehouden. En wat ook in die traditie hoort, dat ik altijd even begin toch met de voorzitter van Cedris. De nieuwe voorzitter eigenlijk, ja. Dus, want ik had net de voorzitter in rusten even toegesproken. Maar de actieve voorzitter, Mohammed, hoi. Van harte welkom. Dank je wel, Ruben. Ja, de Cedrislezing. Het is een instituut. Ja, we hebben elk jaar een hele inspirerende spreker, ook dit jaar weer met Adnan Tekin, voorzitter van de MBO-raad. We laten ons graag inspireren als Cedris. We proberen altijd te kijken ook naar andere sectoren waar we samen mee op kunnen trekken. En het MBO, het onderwijs, is zo'n sector. Ja, want het staat echt in het teken best wel van het onderwijs, in ieder geval de lezing. Hoe belangrijk is die link? Ja, ontzettend, ontzettend belangrijk. Onze leden, de sociaal ontwikkelbedrijven, zijn natuurlijk de experts als het gaat om het begeleiden, maar ook het verder ontwikkelen van mensen om stappen te zetten naar de arbeidsmarkt, maar ook op de arbeidsmarkt. En daar is scholing gewoon ook een hele belangrijke component. Het is goede begeleiding en scholing gaat wat ons betreft echt hand in hand. Ja. Daar gaan we zeker later nog verder over praten. In de tussentijd, er is zowaar een nieuw kabinet. En ook een nieuw coalitieakkoord. Heb je daar met tevredenheid naar gekeken of met zorg of misschien wel licht activisme? Een combinatie van tevredenheid en zorg. Er worden mooie uitspraken gedaan. Het lijkt alsof men wel betekenisvolle stappen wil zetten. We hebben vandaag ook Hans Borslap hier bij ons te gast. Er wordt ook gerefereerd aan het belangwekkende rapport wat hij 2 jaar geleden heeft geschreven. Het is inmiddels wel 2 jaar geleden dat hij dat rapport heeft geschreven. Dus wat er nu moet gebeuren is dat we heel snel de concretisering handen en voeten moeten gaan geven. Want het is nog redelijk vaag wat er in dat regeerakkoord staat. Jullie hebben het concreet gemaakt volgens mij. Wij hebben het heel concreet gemaakt, want wij hebben aangeboden dat we deze regeerperiode 10.000 mensen per jaar extra aan het werk kunnen helpen. Dat zijn de 40.000 over de gehele periode heen. Alleen wat daar wel voor moet gebeuren, is dat daar ook voldoende middelen meekomen. Voldoende middelen voor die begeleiding. Ja. Nou, daar is nu in het regeerakkoord 500 miljoen uitgetrokken voor de arbeidsmarkt, armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Ja, als je dan kijkt waar Hans Borslap in zijn rapport toe oproept en waar wij toe oproepen, dan moet daar nog heel veel meer bij. Maar het is in ieder geval een start. Een belangrijke kern van het verhaal van Hans Borslap was natuurlijk onder andere ook de bakens verzetten. We moesten echt andere. Gaan we straks ook even met hem over hebben. Of die bakens nu inderdaad een beetje zijn verzet. Of dat we misschien daar nog een beetje bij moeten gaan helpen. Ja. Hoe gaat het met Cedris zelf eigenlijk? Want het zijn ook gewoon bijzondere tijden. Hoe gaat het met de organisatie, maar ook met de leden? Want je maakt volgens mij best een ronde nu al nog steeds met werkbezoeken en dat soort dingen. Wat is je indruk? Job heeft mij bij de overdracht verteld, leer je leden goed kennen. Dus ik heb meteen aangekondigd om alle leden te gaan bezoeken door heel het land. Daar ben ik ook al mee begonnen. Nou, dan zie je ook wel wat van het land. Ja. Het gaat
het gaat met heel veel, met de mensen binnen de bedrijven gaat het goed. Maar als je kijkt naar de toekomst van de sociaal ontwikkelbedrijven, dan zie ik die redelijk somber in. Okay. En dat heeft ook weer te maken dat met het op slot gooien van de WSW in 2015... betekent ook dat de populatie en de vergoeding die daarbij hoort om de sociale infrastructuur die we nu en de kennis en expertise die we door de jaren heen hebben opgebouwd, dat die eigenlijk niet meer houdbaar is op deze manier. Dus die populatie wordt steeds kleiner en met een steeds kleiner wordende vergoeding moeten wij die sociale infrastructuur overeind houden. Nou, dan refereer ik nog een keer naar het rapport van Hans Borslaw, want die roept daar ook heel duidelijk in op. Er moeten voldoende middelen beschikbaar worden gesteld, juist voor die sociale infrastructuur. Nou, en daar hoop ik ook met de minister binnenkort over door te kunnen praten. Ja, want natuurlijk ook een nieuwe minister. Heb je al een beetje indruk van deze minister? Of? Nou, kijk, ik ken haar al uit de tijd dat ze nog in de Tweede Kamer zat. En natuurlijk in haar vorige rol als minister. Het is een minister met hart voor de zaak. En ook die ook een goede indruk heeft van de sociale ontwikkelbedrijven en terecht. Dus ik hoop met haar wel de goede stappen te kunnen zetten de komende jaren om nog meer mensen. Want er staan nog steeds 1 miljoen mensen langs de kant met deze krapte. Dus we moeten eigenlijk, het is alle hands aan dek. Ja. En dat gevoel voor urgentie, dat mis ik eigenlijk nog bij het kabinet. En ik hoop in de gesprekken met haar om dat vuurtje wat verder aan te wakkeren. Kijk, helemaal goed. Nou, misschien kijkt ze wel mee naar de Cedris lezen. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn. En anders gaan we kijken of we op een of andere manier dit onder haar aandacht kunnen krijgen. Want onderwijs is in ieder geval ook een belangrijk onderdeel van. En dat gaat bijvoorbeeld over praktijkleren, het delen van kennis ook met elkaar. Ja. Dus de 10e Cedris-lezing gaat daarover. Dus die ga ik nu maar aankondigen. En dan spreken we zo meteen aan tafel verder over in ieder geval de lezing, het verhaal van Hans Borslaw en natuurlijk alle andere onderwerpen en vragen van kijkers. Ja, kijk. Aan tafel. Ja. Dames en heren, zoals gezegd, de lezing dit keer gaat over het onderwijs. En de voorzitter van de MBO-raad, Adnan Tekin, die gaat zo de lezing houden. Ja, en, komt in een illustre rijtje. Ik pak er toch nog een paar bij. Ik heb ze nog even opgeschreven. Kijk, wat had ik ze allemaal? Dat zeg ik ook even voor Adnan, even voor de zenuwen wat erbij voeren. Wiebe Draaier, onder andere, begon ermee. Gabriel van der Brink, Peter van Lieshout, Mariette Hamer, Kim Putters, Tamara van Ark, Aart van der Gaag, Jacco van Hof, Lex Burdoff. Dat zijn de mensen die allemaal zijn voorgegaan. En dus vandaag door Adnan Tekin, de Cedris-lezing met toch een co-referaat, een verbreding ook wel van het onderwerp, denk ik, later door Hans Borslaw. Iets anders wat we u even wil laten zien voordat we met de lezing beginnen, is iets wat in de gemeentelijke toolbox zit. Juist voor gemeenteraadsleden. Want dat praktijkleren, we noemden het al even, dat is toch belangrijk om dat nog even onder de aandacht te krijgen. Dus voordat Adnan Tekin begint met de lezing, kijken we kort naar een filmpje over praktijkleren. Ik ben Jessica en ik ben 28 jaar, ik ben Pools, ik woon 10 jaar in Nederland en ik ben timmerman. Hier als ik iets doe, dan zie ik ook gelijk de resultaten. Dat geeft jou gewoon elke dag voldoening. Ik doe allemaal timmerwerk, dus dat is zagen, boren, monteren, hout bewerken. Na een lange periode ziektewet ben ik in de bijstand terechtgekomen en ik zei dat ik wil heel graag werken, maar ergens uren opbouwen. En toen kreeg ik de kans om bij Concern voor Werk mijn uren te opbouwen. En zo van een paar uur per week heb ik dat opgebouwd naar 36 uur per week. Toen ik heb uren opgebouwd, toen dacht ik, ik wil eigenlijk dat het iets meer wordt, wat opleiding of zo. En toen zei ik dat tegen werkcorporatie. En tegen mijn baas. En zo hebben we binnen een paar weken aangekomen aan praktijkleren. En zo mocht ik beginnen met certificaat halen van timmerman niveau 2. Werken op een bepaalde manier betekent voor mij alles. Net als voor kleine kinderen naar school gaan betekent alles. Als je alleen maar thuis zit en je kan niet naar school of naar je werk, dan is het geen leven. Ik ben gewoon elke maandag blij dat ik weer aan mijn werk kan komen. Ja, ik wil altijd groeien. Altijd leren. En dat is het. Gewoon nooit stoppen met groeien. Ik zit echt helemaal op mijn plek hier. Het voelt goed. Goedemiddag, dames en heren. Dank ook Ruben voor de introductie. Het blijft toch een beetje onwennig hier in zo'n grote, schitterende theaterzaal. En met u allemaal achter zo'n scherm, thuis of op het werk. En laten we hopen dat het volgend jaar ook voor de Cedris-lezing, dat we wel een volle publiek kunnen hebben. Het einde van het licht in het einde van de tunnel is in zicht.
U heeft mij gevraagd om hier te spreken over het belang van onderwijs. En ik dank u hartelijk voor die uitnodiging. De nieuwe voorzitter, Mohamed, en vertrekkende voorzitter in het bijzonder. Job en ik kennen elkaar goed. En je zou kunnen zeggen dat mijn eigen onderwijsloopbaan daar een rol in heeft gespeeld. Maar daarover later meer. CEDRIS is een organisatie die zich geweldig inspant voor een inclusieve arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waarin iedereen, maar dan ook iedereen, zijn eigen waardevolle bijdrage moet kunnen leveren. En daarin speelt onderwijs, en met name het mbo, natuurlijk een belangrijke rol. Het mbo leidt op tot vakmanschap en bedient van alle onderwijsvormen de meest diverse groep studenten. Van de doeners met de gouden handjes tot de herintreders die een tweede kans verdienen. Van de schoolverlaters tot de statushouders. Van mensen die ondanks hun fysieke of mentale beperkingen betaald en zinvol werk willen doen. Tot de hafist die via de koninklijke mbo-route het vak van zijn dromen wil leren. De vragen die ik hier vandaag zou willen stellen zijn: is het mbo in staat om die brede doelgroep te bedienen in de samenleving van nu, met al zijn kansen en uitdagingen? Hoe kan het mbo die arbeidsmarkt inclusiever helpen maken? En is zij daarvoor voldoende in positie gebracht? Mijn antwoorden hierop wil ik graag met u delen. Maar voor ik dat doe, wil ik eerst stilstaan bij de waarde van onderwijs. Waarom vinden we onderwijs zo belangrijk? Wat is het belang van onderwijs? En wat heeft het voor mij betekend? Een mooie definitie van die waarde las ik in een boekje ter ere van 10 jaar Lentis Life College. En die luidt: ontdekken wie je bent en waar je goed in bent. Die talenten verder ontwikkelen. En zo zelfvertrouwen krijgen en in je kracht komen. Gelukkig te worden. En daar begint het mee. En dat geldt eigenlijk voor alle vormen van onderwijs. School is een werkplaats waar je de ruimte en kansen krijgt om je talenten te ontdekken. Waar je de instrumenten krijgt om ze te ontwikkelen. En leert hoe je ze kunt gebruiken. En dat maakt gelukkig. Dat onderwijs je zelfvertrouwen en vleugels kan geven om uit te vliegen naar de wereld, heb ik zelf ervaren. De Nederlandse taal goed leren, je best doen op school, in verbinding staan met je omgeving en de samenleving. Dat werd er bij ons thuis, zoals in veel eerste generatie migrantengezinnen, met een paplepel ingegoten. En op het Calland Lyceum in Amsterdam-Osdorp, de school waar de Osdorp-possie hun creatieve talenten ontdekte, kreeg ik ook die ruimte. Ik deed er de HAVO en de toenmalige rector Jaap van der A zag dat ik talenten had die goed pasten bij de politiek. Later haalde hij me, inmiddels als wethouder, naar de gemeente Amsterdam, waar ik zijn politiek assistent werd. En daarna werd ik adviseur van Job Cohen. En later vervolgde ik mijn eigen carrière in de politiek en het openbaar bestuur. En dat Job en ik elkaar hier helaas digitaal ontmoeten, hij als vertrekkend voorzitter van CEDRIS, ik als voorman van de mbo-raad, vind ik daarom extra bijzonder. En een hartelijke groet aan Job, dat had ik je beloofd te doen, bij deze. Met talentontwikkeling en hoe dat bijdraagt aan zelfvertrouwen en welbevinden, begint het dus. Maar de waarde van onderwijs is natuurlijk breder. De werkplaats van de school leert je ook met anderen om te gaan. Je wereld te vergroten. Betrokken te raken bij de samenleving, de politiek. Je realiseren dat je een stem hebt die je kritisch kunt laten klinken. Sociaal gereedschap dus. En naast het ontdekken van je talenten en de ontwikkeling van je sociale vaardigheden, biedt onderwijs je de kennis en skills om een vak uit te oefenen. Voldoende bagage om een duurzame plek op de arbeidsmarkt te vinden en om vanuit die basis verder te leren. En dat brede palet bepaalt mede het keurmerk van het Nederlandse beroepsonderwijs. Niet voor niets wordt er vanuit andere landen met interesse en jaloezie naar gekeken. Maar er is in deze tijden meer nodig. Technologie heeft de laatste decennia voor grote veranderingen gezorgd in de samenleving. En sterker nog, die verandering is permanent. Dat zien we terug op de arbeidsmarkt. Disciplines schuiven in elkaar. Beroepen waar je vandaag voor doorleert, zien er morgen weer anders uit. En overmorgen wordt een vakmanschap gevraagd waarvan we nu nog niet het bestaan van weten. Wie nu wordt opgeleid om een dieselmotor in en uit elkaar te halen,
moet voor de toekomst ook werken met een elektromotor in de vingers te hebben. In de agrarische sector is naast het omgaan met dieren en gewassen geavanceerde kennis van technologie onontbeerlijk. In de thuiszorg is domotica nu al onderdeel van de opleiding. Flexibiliteit, ondernemende vaardigheden, wendbaarheid en weerbaarheid. Dat is, naast talentontwikkeling, sociale vaardigheden en goed vakmanschap, wat een mbo-opleiding onze huidige vakstudenten te bieden heeft. En ook tijdens de coronacrisis, waar we nu voorzichtig een beetje uitkruipen, werd meer dan ooit een beroep gedaan op dat vermogen van onze vakmensen. De verpleegafdeling F6 Noord in het Amsterdamse UMC, waarover het Parool eind vorig jaar een rapportage schreef, is daar een geweldige voorbeeld van. Voor maart 2020 een gewone verpleegafdeling bij de afdeling interne geneeskunde. Maar tijdens de coronacrisis vanwege beddentekort omgebouwd tot COVID-afdeling. De medewerkers van deze afdeling hadden ervaring met infectieziekten, maar toen de unit voor het eerst werd afgezet met rood-witte linten, was het toch echt omschakelen geblazen. Wat volgde was 2 jaar werken in crisisstand. Mensen helpen waarvan je niet weet of je ze adequaat behandelt. Omgaan met eenzaamheid vanwege isolatie en de agressie van ongevaccineerden. Specifieke vaardigheden ontwikkelen die deze nieuwe ziekte met zich meebracht. En hoe zwaar en complex ook, het maakte deze zorgmedewerkers ook hartstikke trots. Door ervaring is F6 Noord heel wijs geworden, vertelde een van hen aan de krant. En het is jammer dat we een crisis voor nodig hadden, maar dat goed opgeleide vaklieden de samenleving draaiende houden, weet inmiddels iedereen in Nederland. Vele vitale beroepen worden uitgeoefend door mbo'ers, van transport en logistiek tot de zorg en de bouw. Ook het kabinet benadrukte dit opnieuw in het nieuwe coalitieakkoord. We staan, behalve in de gezondheidszorg, voor een aantal andere grote uitdagingen. Zoals het tegengaan van klimaatverandering, het bouwen van meer en betaalbare woningen, betere digitale veiligheid, om maar wat te noemen. En bij monden van de nieuwe minister van OCMW stelt deze regering terecht dat goed opgeleide vakmensen de motor zijn voor die benodigde innovatiekracht. En tot zover, dames en heren, het goede nieuws. Want juist nu we ze meer waarderen dan ooit, zijn er grote en structurele tekorten aan goed opgeleide vakmensen voor onze arbeidsmarkt. Eind 2021 stonden er 126 vacatures online per 100 gewone werkzoekenden. Tegelijk, en ook daarom blij dat ik juist vandaag hier mijn vraag mag doen, staat zo'n 1 miljoen bijzondere potentiële vakmensen die graag willen bijdragen en daarvoor een extra steun in de rug nodig hebben aan de kant. Het is de 1 miljoen waar Mohamed ook eerder over sprak. En dat is niet alleen voor henzelf heel vervelend. Juist op dit moment, juist nu de economie weer aantrekt en er grote tekorten zijn aan goed opgeleide mensen, is dat voor de hele samenleving een enorm gemiste kans. En dan komen we bij de volgende vragen die ik aan het begin stelde. Hoe kunnen we deze groep beter bedienen? Hoe zorgen we voor die extra steun in de rug? Hoe kan het mbo bijdragen aan een inclusievere arbeidsmarkt? En zijn we daarvoor voldoende in positie? En hier is mijn antwoord daarop. Ik vertelde aan het begin van mijn lezing hoe groot en divers de doelgroep is die we als mbo onder onze hoede hebben. Het grootste deel van die groep leiden we op tot een diploma. Van een startkwalificatie op mbo 2 niveau, u zag het filmpje over praktijk leren, tot het excellente vakmanschap op niveau 4. Daarbij gaat het om studenten die via de traditionele paden hun vakdiploma behalen en duurzaam instromen op de arbeidsmarkt. Maar er is ook een groep bij wie dat zonder begeleiding, zonder voldoende maatwerk niet direct lukt. Denk aan de student die vanwege een ongezonde thuissituatie te weinig vaardigheden heeft om op tijd te komen, rustig in de klas te zitten, zich te concentreren, zich op schoolwerk te richten. Of denk aan de student die na het praktijkonderwijs de opstap naar het entreeonderwijs aandurft met de ambitie verder op te klimmen naar een startkwalificatie. Of denk aan de student die, gevlucht uit een gevaarlijk land, met verblijfstatus, maar zonder goede beheersing van de taal, een vakopleiding wil volgen omdat zijn eigen diploma's hier niet geldig zijn. Of denk aan de volwassenen
die ooit zonder diploma uitvielen en nu toch willen proberen een beroepsdiploma te halen. En voor al deze studenten is maatwerk nodig. Een uitgestoken hand. Meer aandacht en persoonlijke begeleiding. Hechte samenwerking met de stagebedrijven. Nazorg als ze al op de werkvloer staan. Slimme combinaties van werken en leren. En ik zie nu gelukkig vrijwel wekelijks op werkbezoek hoe goed het mbo hiertoe in staat is. Innoverend en improviserend binnen de gestelde kaders. Even wat water. Zo was ik onlangs op bezoek bij Mirjam Koster, voorzitter van het Graafschap College in Doetinchem, waar ze me het project Mijn School liet zien. Dat is een andere aanpak om studenten die om wat voor reden hun draai niet kunnen vinden, toch aan een diploma te helpen. Ze krijgen een opleiding op maat, waarbij de maatschappij naar de school komt. Ik kwam op een bedrijventerrein in een soort bedrijfshal, met in een hoek een tv-zitje, ergens anders een open lokaal met werkplekken. Dat is hun concept. Dat studenten hun eigen tempo bepalen hoe ze hun opleiding vormgeven en uiteindelijk een volwaardig mbo-diploma halen. Dat is zo anders dan een traditionele school. En dit voorbeeld staat, gelukkig zou ik zeggen, niet op zichzelf. Ik merk op heel veel andere plekken dat de organisatie van het onderwijs anders wordt. Mensgericht. Denken vanuit de student. En wat hij nodig heeft om zijn talenten te ontdekken. Zelfvertrouwen te krijgen. Gelukkig te worden. Een hartverwarmende illustratie las u deze week in het Algemeen Dagblad. Als verslag van een werkbezoek van de minister van OCMW bij het Alberda College Project Next. Alberda biedt jongeren die in een kansarme of gewelddadige omgeving opgroeien een opleiding die bij ze past en waarmee ze verder kunnen. En op de vraag of het mbo in staat is om de bijzondere groep die extra steun nodig heeft nog beter te kunnen bedienen, zeg ik dus volmondig ja. En hoe kan ik dat beter laten zien dan met verhalen van twee mbo-studenten zelf? Kijk en luister even mee naar de persoonlijke verhalen van Niki en Medhane. Ik heb hiervoor VMBO Waardenburg en Holte gedaan, zorg en welzijn. Je had hele grote klassen en ik ben meer een persoon die rust en alles wil. En dat gaat niet echt in een grote klas. Het grote verschil is dat jij maar drie leerkrachten hebt. En je hebt meer contact met ze dan. Ik loop stage bij een stichting in Goa. Ga koffie drinken met ouderen, praten met ouderen, ouderen die een verhaal kwijt willen. Boodschappen doen met ouderen, van alles. En na dit jaar ga ik de VEFA doen. Dus het leger, defensie. Ik denk altijd terug, hoe had ik zo kunnen zijn? Dat ik zo lastig kind was, eigenlijk. Ik kom uit Eritrea. Ik was hier aan het einde van 2015 naar Nederland gekomen. Ja, ik kwam toen naar Azizi gegaan. Ik heb eerst Nederlands geleerd. Toen had ik weer aangemeld bij Doosje. Klopt de stage in IJsselmeidum. Dat is vlakbij een kampen. Het is van een elektricien, van elektrotechniek. Als ik heel veel dingen weet over elektriciteit, die pakt niemand van mijn hoofd. Die blijft altijd bij mij. Ja, ik heb wel aangemeld van niveau 2. Dat ik van de logistiek doe. Ik heb aangemeld van de vrachtwagenchauffeur te worden. Ja, ik weet wel zeker als ik op mijn jongere leeftijd heel goed leren of mijn opleiding volgen. Ik weet wel dat ik mijn toekomst zo recht zie. Niki, hoe had ik zo kunnen zijn, zo'n lastig kind? Medhane, als ik heel veel dingen weet over elektriciteit, dat pakt niemand van mijn hoofd. Dat blijft altijd bij me. Laat u dat eens even tot u doordringen thuis of op het werk. Daarvoor doen we het in het mbo, daarvoor doe ik het ook als voorzitter van het mbo. En ik kan me zo voorstellen dat deze filmpjes, dat u ze misschien nog wel weer terugkijken. Dit was een compilatie, maar dan mag u na 3:30 vanmiddag bij YouTube entree studenten mbo intikken. En dan kunt u meer van dit soort filmpjes zien. Trouwens ook interviews met docenten en met leerwerkbedrijven.
En dan is mijn vraag, zijn wij voldoende in positie om de vele Nikki's en Medhanes goed te kunnen bedienen? Laat ik het zo zeggen, dat kan beter. Of liever gezegd, nog beter. Om meer mensgericht te kunnen werken, heeft de overheid de afgelopen jaren veel regels versoepeld. Verkort het traject om door te stromen na MBO niveau 2. Centra voor innovatief vakmanschap in de regio, waardoor onderwijs en arbeidsmarkt beter en lokaler op elkaar kunnen worden afgestemd. Maar wat ontbreekt, zijn voldoende middelen om ook voor het entreeonderwijs en MBO 2 die extra mijl te kunnen lopen. Het kan niet zo zijn dat scholen moeten schipperen om juist deze zo belangrijke mbo-niveaus in de lucht te houden met middelen die eigenlijk dienen te worden ingezet voor de andere niveaus zoals nu vaak gebeurt. Het PwC heeft berekend dat het mbo 210 miljoen structureel aan investeringen vanuit de overheid erbij verdient. En ik noem dat de basis op orde. Mijn oproep aan de overheid, maak die investering waar. Entree en niveau 2 zijn geen kostenpost, maar renderend beroepsonderwijs. Daarmee kunnen we deze studenten ook maatwerk leveren. En kunnen zij hierdoor sneller en beter de arbeidsmarkt op. En tegelijkertijd ligt de focus van het mbo nog steeds vooral op het initiële onderwijs. De route vanuit het voortgezet onderwijs naar een diploma, tenminste een startkwalificatie in het mbo. Terwijl er zoveel manieren zijn om de brede vaardigheden van het mbo op je palet te krijgen. Als je het via de gebaande paden niet lukt. Ook na je 21ste jaar kun je een nieuwe start maken en de waarde van onderwijs verzilveren. Bijvoorbeeld door naar het entreeonderwijs eerst te gaan werken bijvoorbeeld. En vanuit die werkvloer deelcertificaten te halen. Door te kiezen voor opleiden op maat in de praktijk. Met als papiertje een praktijkverklaring. We hebben een filmpje gezien. Aldoende leren in de praktijk, als het in de schoolbanken echt niet lukt. Denk aan het leren van de taal en simultaan een vak leren voor mensen die de taal nog niet machtig zijn. Dat werkt heel motiverend. En geef ook jonge mensen boven de 21 meer kansen om opnieuw te beginnen in het onderwijs. Bijvoorbeeld door ze na uitval voor de tweede keer via het entreeonderwijs te laten instromen. Zo verlies je geen potentieel, maar investeer je in toekomstige vakmensen en investeren zij, ondanks hobbels en beperkingen, in zichzelf. En ik ben ervan overtuigd dat als je de arbeidsmarkt inclusiever wil maken, je het mbo daartoe beter zou moeten uitrusten. Vergroot onze publieke taak. Maak meer middelen vrij voor nazorg en extra begeleiding naar de arbeidsmarkt. Voor alternatieve routes, voor maatwerk. De fondsen die investeren in het oplossen van leerachterstanden als gevolg van de coronacrisis zijn daarvoor een goede start. Maak ze structureel. En zorg voor individuele regressieve leerrechten voor iedere Nederlander, zodat je altijd een tweede kans kunt krijgen. Of een derde, of een vierde. Dat past ook goed bij de opgave om mensen in staat te stellen zich een leven lang te laten ontwikkelen. Maak mensen eigenaar van hun eigen ontwikkeling. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten. En dat vraagt ook echt om een andere aanpak vanuit de overheid. Haal de schotten tussen departementen weg, zowel op inhoud als op financiering. En werk met ons, beroepsonderwijs, private opleiders, de VNG, het UWV en de sociale partners aan een human capital agenda waarbij de 6 grote transities in het coalitieakkoord, waaronder de woningbouw, klimaat en energie en de kinderopvang, leidend zijn. Dames en heren, ik heb het met u gehad over de vraag of het mbo in staat is om bij te dragen aan een inclusievere arbeidsmarkt en aan een meer goed opgeleide vakmensen om de uitdagingen in onze samenleving het hoofd te bieden. En over de vraag hoe het mbo daar beter voor in positie te brengen. En welke aanpak van de overheid daarbij past. Probleemgericht en mensgericht in plaats van het denken in bestaande schotten en systemen. En daarbij heb ik u als digitale luisteraars nog niet aangesproken. En deze kans laat ik uiteraard niet schieten. Ik doe een extra beroep op u. De ruim 100 leden van CEDRIS die zich elke dag inspannen voor inclusiviteit op de arbeidsmarkt. Is er extra reden om nog eens na te gaan? Telt iedereen in uw gemeente of regio mee? Wat kunt u doen om daar extra stappen in te zetten?
En welke lokale geheimen uit de Cedriskeuken kunnen we van toegevoegde waarde maken voor het geheel? Hoe kunnen we nog beter samen optrekken om deze doelgroep verder te brengen? En tot zover mijn oproep. Ik kom tot een afronding. Ik begon mijn verhaal over de universele waarde van onderwijs. En daar wil ik ook graag mee eindigen. En daarbij geef ik het woord nogmaals aan het MBO zelf, vertegenwoordigd door docenten, studenten en bestuurders. Om goed naar te luisteren. Want immers, waar zouden we zijn zonder het MBO? Ik dank u voor uw aandacht. Dit gaat om je vak geven. En kunnen denken buiten kaders om. Vanaf de entree en de basis is dit het fundament. De steunpilaar in de grond. Waar ze werk omzetten in waarde. Samenleving in al zijn elementen samenkomt. Of je nu net in de opleiding binnendruppelt of doorstroomt naar zeeën van meer. Je bent nodig. Dat staat voorop. Je bent onmisbaar. Soms neemt men het als vanzelfsprekend. Maar dat het aankomt waaien, is uit de lucht gegrepen. Want als cement kunnen we op jullie bouwen. Van de toppers in wonen en interieur naar dienstverlenende ondernemers en de sector met de vingers van groene kleur. Bij horecatijgers en recreërende strijders komt het voor de bakker. We staan met onze maritieme makkers en technische innovateurs. We rollen mee met de mobiliteit van de transporteurs. We investeren in de ICT en mediavormgevers. We zien licht bij het installeren en produceren van energie. Voor ons welzijn zorgen jullie dat het gebeurt. In werkelijkheid beroepen wij ons op jullie passie met vlammen. Van de polders tot de dammen, van de provinciale dorpen tot de stad en van de school tot de volgende stappen bewegen we in een maatschappij die nooit stil zit. Maar met borden, vol, burger, schap, weet je precies hoe de vork in de steel zit. Dat, samen met ervaring en diploma in de hand, maakt jullie het kloppende hart van heel Nederland. Bedankt. Adnan Teken, bedankt zou ik zeggen. Bedankt voor deze Cedrislezing. En inderdaad, nou, werd al gezegd, ja, sommige mensen willen dit misschien nog wel terugzien. Ik kreeg ook al vragen daarover en ik zag ook al dat er antwoord werd gegeven dat er ook teruggekeken kan worden. Dus dan kunnen mensen nog eens even extra naar het verhaal luisteren. En ja, juist ook, misschien juist die opmerkingen die er ook in zitten, waar we straks aan tafel ook verder over gaan praten. Ik hoorde even de opmerking over de Cedriskeuken. De dingen die je misschien juist met elkaar kan verbinden. Waar zit die versterking juist misschien voor de leden van Cedris in relatie tot het MBO? Hoe kan je zorgen dat dat praktijkleren juist zo vorm krijgt? Bijvoorbeeld voor mensen die ja, eigenlijk ook in de zomer gewoon doorwerken en willen leren en dat praktijkleren eigenlijk invulling willen geven. Maar ja, dan heb je wel weer een ander ritme in het onderwijs. Dus dat soort dingen die moet je ook gewoon praktisch soms met elkaar weten op te lossen. Uiteindelijk gaat het altijd weer over ja, mensgericht. Adnan Teken zei dat ook al. Proberen een manier van werken te vinden, een arbeidsmarkt te vinden waarin je vanuit de mens denkt, waarin je probeert inclusief te zijn, wat activerend probeert te zijn. En de woorden die ik nu zeg, ja, die hebben de afgelopen jaren eigenlijk veel vaker gehoord. En dat komt eigenlijk allemaal door de volgende spreker. Hans Borslap, die is voorzitter van de commissie Regulering van Werk. En die schreef het rapport In wat voor land willen we werken? En daar is ontzettend veel over gezegd. Heel veel opmerkingen zijn erover gemaakt. Het belang is door heel veel mensen onderstreept. En ja, we moeten toch ook een beetje kijken of dat nou ook in praktijk wordt gebracht. We zijn daarom ook ontzettend blij dat hij als tweede spreker vandaag ons wil toespreken. En het verhaal van Adnan misschien nog van een aantal kanttekeningen wil voorzien. En ons ook verder wil meenemen eigenlijk naar de samenleving die we met elkaar willen zijn. Dames en heren, mag een groot applaus, Hans Borslap. Zeer bedankt. Ja, het is natuurlijk een heel mooi verhaal wat Adnan gehouden heeft. Je weet het wel, maar je,
het is toch weer heel indrukwekkend als je jonge mensen ziet hoe voor hun persoonlijke ontwikkeling dat zo cruciaal, van cruciale betekenis is geweest. Dat is echt hartverwarmend. Ik zeg er altijd dit bij, het is niet alleen sociaal hartverwarmend, maar het is ook economisch hartverwarmend. Sociaal beleid kan nooit zonder economische component. En de economische component kan nooit zonder een sociale component. Dat is ook, denk ik, een van de geheimen van ons rapport geweest, dat we kennelijk kans gezien hebben sociaal en economie aan elkaar te verbinden. En dat heeft heel veel mensen, denk ik, aangesproken. Dus we staan wel op een hele mooie tijd. Mooi moment in het denken over de verantwoordelijkheden van overheid voor de sociaal-economische rijlen en zeilen in dit land. Adnan heeft het vooral over de initiële fase, MBO en dat soort zaken gesproken. Wat wij in ons rapport vooral benadrukt hebben, is dat we eens gekeken hebben hoe is het ook met de post-initiële fase. Met iemand tijdens zijn hele leven lang. En ik moet zeggen, op dat punt hebben we onvoorstelbaar veel achterstallig onderhoud. We hebben heel veel in te halen. Ik zeg het altijd op zo'n manier dat eigenlijk op dit moment de wijze waarop wij de onderwijswetgeving in ons land hebben geregeld niet fundamenteel verschilt van hoe dat 120 jaar geleden is gebeurd. U zult knipperen met de ogen en zeggen, nou, een beetje rustig aan. Ik wil het voorbeeld geven. De wet op de leerplicht dateert van rond 1900, 1902 en 1903. Hield in dat de overheid tegen de ouders zei, u moet uw kinderen tussen het 6e en 12e jaar naar school sturen. Nou, zeggen die ouders, dat zijn mijn kinderen. Hè? Ja, zei de overheid. Maar die kinderen kunnen niet functioneren in onze samenleving als ze niet tenminste 6 jaar aan het begin van hun loopbaan verplicht naar school gaan. Dat was de kern van de wet op de leerplichtwet. Mooi verhaal erbij. Het is met 50-49 aangenomen. De Kamer was nog 100 man, hè. Waar bleef die ene tegenstem? Dat was van het Kamerlid Schimmelpenning die niet aanwezig was. Het bleek namelijk dat het Kamerlid Schimmelpenning van zijn paard afviel. Waarop de voorstanders in de Kamer zeiden, het paard is verstandiger dan zijn baas. Heel mooi verhaal. Klein incident, grote gevolgen. Maar toen hadden we dat. Als we naar de huidige wetgeving op het gebied van de leerplichtwet kijken, is die niet van 6 tot 12, maar van 6 tot 16. Nog steeds gefocust op de initiële fase. Terwijl toen dat heel redelijk was, omdat je na de initiële fase 40 jaar lang in dezelfde baan kon werken. Nu is dat illusoor, uitgesloten. Dus dezelfde redenering is de kern van mijn verhalen, van ons verhaal in het rapport. Hetzelfde verhaal van hoe kunnen we de toerusting van vaardigheden, spreek je dan wat meer in oudere leeftijd, maar ook scholing. Hoe kunnen we dat zo organiseren dat je levenslang kan functioneren in een dynamische samenleving waarin wendbaarheid een sleutelwoord is? Dezelfde redenering die toen leidde tot 6 tot 12 jaar, betekent in de huidige fase, eigenlijk al van voor 6 zoals we inmiddels weten, maar in ieder geval gedurende je hele leven lange periode, anders hou je het niet bij. Dat zeg je dan niet, want dan zal iedereen zeggen, meneer, waar heeft u het over? Maar in feite is ons pleidooi in het rapport voor een individuele leerrekening voor alle mensen gelijk, die je leven lang kan aanwenden, eigenlijk de illustratie van de noodzaak, omdat leren dus nooit ophoudt. Dat is een beetje de kern van de zaak. En dat is toch eigenlijk een soort permanente leerplicht, wil niet zeggen, maar een leermogelijkheid en een aandrang om het te doen. Want anders kan je deze tijd, dat gaat zo vreselijk snel, niet functioneren. Ik had laatst een verhaal, hield ik het ook al, een voormalige minister van Onderwijs om mijn gehoor. En ik had even flink uitgehaald in de zin van het onderwijssysteem is eigenlijk wat obsoleet. En ze kwam na afloop bij me dat ze zegt, dan heb ik toch 4 jaar lang mijn best gedaan. En jij zegt even dat het onderwijssysteem obsoleet is. Ze gaf me wel gelijk. Het is het blijven zitten in oude denken en oude stramine, terwijl de dynamiek tussen je handen door, tussen je vingers doorgloeit. Ik wil het eigenlijk nog een beetje aanscherpen. Dat is de reden geweest dat Wouter Koolmees ons vroeg om dat rapport te maken. Want het is niet alleen het onderwijs, maar hij vroeg ons eigenlijk, kijk naar de regels van werk. Heb je het over het arbeidsrecht, fiscale en sociale zekerheid. We hebben in dit land echt heel grote achterstand om de arbeidsregel, het arbeidsrecht, de fiscaliteit en de sociale zekerheid zo aan te passen dat het goed functioneert voor de komende jaren. Het is dus een nog veel breder probleem dan puur het onderwijs. Dat te veel op de initiële fase en te weinig op de post-initiële fase is gericht. Het arbeidsrecht is 120 jaar oud. Het begon op de wet op de arbeidsovereenkomst van 1907. En dat is nog doordezemd van ideeën dat een werknemer
onmondig is en zwak en een werkgever altijd de sterke partij is die op uit is om de werknemer te onderdrukken. Het zal nog wel eens voorkomen, maar het gros van de gevallen is gelukkig echt anders dan 120 jaar sociale ontwikkeling. Het staat er nog vol van. Ook het feit dat het arbeidsrecht echt gebaseerd is op het feit dat eigenlijk de meeste contracten het vaste standaardcontract was, 95%, dat was toen zo. Inmiddels is het nog maar 60 en 40% is iets anders. Flexbaantjes of ZZP. Daar hebben we te weinig voor geregeld. Die lopen onbeschermd vaak rond. Sociale zekerheid. Het is onderontwikkeld wat betreft de niet-werknemer op het gebied van arbeidsongeschiktheid bijvoorbeeld. En weer het risico van kennisveroudering. Dat is een nieuw risico. Dat hebben we niet goed geregeld. Want de MBO 2, die echt al zijn collectieve gelden heeft opgemaakt, gauw wil gaan werken omdat hij toch wat geld wil verdienen. Op zijn 30ste erachter komt, ja, het was toch wat te snel. Moet hij het op zijn 30ste helemaal zelf financieren? Dat is echt een heel raar systeem. In mij heeft de overheid met mijn universitaire opleiding, jullie ongetwijfeld ook, veel geïnvesteerd tot mijn, wat was het, mijn 25, 26ste. Maar de MBO'er op 16, 17-jarige leeftijd moet het voortaan zelf doen. Gek systeem, niet sociaal, achterstallig onderhoud, moeten we echt veel aan doen. Wat is het gevolg van al die regels rond arbeid in arbeidsrecht, onderwijs, fiscaal, sociale zekerheid? Wat zijn de gevolgen ervan? Is het een probleem? Ik zou één suggestie willen doen. Ik kan hele mooie rapporten citeren uit het SCP. Maar ga even naar de film van Ken Loach, Sorry We Missed You. Over een ZZP'er in Engeland. Maar ik zeg altijd, als het de helft zo erg is als in die film in Nederland, dan hebben we nog een groot probleem. Hoe onvoorstelbaar, rechteloos en zonder toerusting mensen van de arbeidsmarkt opgejaagd worden en klussen moeten doen. In het Engeland van nu. Nederland van nu zal het misschien iets anders zijn, maar grondtrekken van die film die zie je hier ook. Er zijn grote spanningen die ongeveer parallel lopen naar aanleiding van het contract wat je hebt. Het vaste contract zit in het algemeen heel behoorlijk. Hoewel, ik zeg wel dit, het vaste contract, je werkte bij de V&D in 2015, 16, toen die failliet ging, schiet je nog niet veel mee op. Hè? Dus het is alles relatief. Vaste contract, maar aan de andere kant, de ongelofelijke hoeveelheid flexbaantjes die we hebben, en vooral de ZZP'ers aan de onderkant van de inkomenspyramide. Nederland kent twee keer zoveel flexbaantjes als elders gemiddeld in Europa. Dat is heel gek, hè? Dat we denken dat we de zaken hier behoorlijk op orde hebben. Maar dit is heel raar. Want het probleem met dit soort flexbaantjes is hun gebrek aan de scherming. Geen ontslagrecht en noem maar op. Maar ook de onmogelijkheid dat die flexbaantjes, dat je aan jezelf werkt. Dat je aan jezelf je vaardigheden ontwikkelt, zodat je de volgende flexbaantje misschien wel eens een vaste baan kan zitten. Bekende carousel waarin men zit, van het ene flexbaantje in het andere. Met echt grote sociale problemen. Die zich ook zelfs uitstrekken tot een verschil in gemiddelde gezondheidsniveau tussen iemand met een vast contract en iemand met een flexbaan. Dat zijn echt ontluisterende cijfers waarvan ik me niet bewust was dat ze er waren. Maar doordat we dat hele jaar goed gestudeerd hebben, dat we aan het rapport hebben gewerkt, kom je daar vanzelf al achter. Nou ja, als ik het punt van Adnan zo dus uitbreidt, nou ook het arbeidsrecht, de fiscaliteit en de sociale zekerheid, die nogal wat achterstallig onderhoud hebben, dan is eigenlijk de volgende vraag: hoe zou je dat kunnen veranderen? En wat wij het nieuwe kabinet hebben meegegeven, en ik was toch blij, ik heb ook wel aantekeningen hoor, daar kom ik zo op, maar toch blij dat ze die handschoen van ons rapport en van het SER, middellange termijnadvies van juni vorig jaar, wat in hoge mate verder gaat op ons spoor, dat ze die handschoen opneemt. En dat we eigenlijk gezegd hebben, ga eens na met al die regels, hoe je daar drie begrippen als bouwstenen, als fundamenten in die regelsystemen kan implementeren. Dat moet dus op de schop, hè? Het arbeidsrecht moet dus op de schop. In onze visie hebben we knappe arbeidsjuristen voor, die zijn er. En die zijn ook al bezig, weet ik. Maar de fiscaliteit ook, het sociale zekerheidsgebeuren ook. En we zeggen eigenlijk, als je nou eens goed nadenkt over de arbeidsmarkt van de toekomst, met school, belang van scholing, maar ook andere dingen, dan zou je eigenlijk drie begrippen kenmerkend moeten laten zijn van de wijze waarop in die regelsystemen met arbeid wordt omgegaan. De eerste is wendbaarheid. Als je gewoon met je ogen dicht naar de toekomst kijkt en je ziet wat er gebeurt op die arbeidsmarkt en die wereldmarkten van tegenwoordig, dan kan niemand ontkennen of negeren, is eigenlijk beter gezegd gewoon, dat de arbeid van de toekomst, zowel de vraag- als de aanbodkant,
door wendbaarheid gekenmerkt wordt. Gemiddeld bedrijf bestaat niet langer dan 7, 8 jaar in Nederland. Wendbaarheid is iets, daar kan je niet tegen zijn, want het is er gewoon en het zal er zijn. Dus daar moet je op voorbereiden. Maar, zeggen wij, factor arbeid, dat is ingewikkeld, wendbaarheid. Zeker als je te weinig weerbaar bent. Dus bij die wendbaarheid hoort een hele fundamentele weerbaarheid. Dat mensen op de arbeidsmarkt weerbaar zijn. En beschermd worden als je even van de ene ijsschots naar de andere gaat. Hè, van de ene baan naar de andere, want dat zal de toekomst worden. Dat je er tussenin valt. Dan moet je wel een bescherming hebben. Die bescherming hebben wij in dit land niet op orde. Als jij als bouwvakker bent en je hebt geen volksverzekering arbeidsongeschiktheid. En je denkt als ZZP'er, nou, ik val niet van die steiger af. Hè. Dat gebeurt mij niet, want ik ben een flinke jongen, ik red me wel. En ik kan die fiscale faciliteiten mooi gebruiken om mijn tarief te beperken. Maar je valt toch van die steiger af. Want dat kan je niet voorkomen in alle gevallen. Dan moet je dus nu bijstand, die krijg je niet als je een huis hebt of een partner met vermogen. Een inkomen. Dus dat die vloer aan bescherming die bij een wendbare arbeidsmarkt nodig is, want die moet weerbaar zijn, is op dit punt niet in orde. Het kabinet zal werken aan een arbeidsongeschiktheidsregeling voor zelfstandigen. Mijn intuïtie zegt me, dat zal niks worden. Ik wil niemand ontmoedigen, maar waarom wordt het niks? Een arbeidsongeschiktheid, een verzekering, moet je over veel mensen uitspreiden. Dus wij hebben bepleit, waar de ZZP-gemeenschap heel erg voor wordt, een arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. In het algemeen moet je meer gaan denken in de toekomst. Niet over sociale zekerheidsregelingen voor het standaardcontract of een flex of een ZZP'er. Maar meer regelingen voor alle werkenden. Ongeacht of men nou ZZP'er, flex of een standaardcontract heeft. Er moet dus een volksverzekering arbeidsongeschiktheid komen. De ZZP, de zelfstandige arbeidsongeschiktheid, kan een opzetje worden. Maar ik vermoed dat het echt naar die regeling toe gaat voor alle werkenden. En er moet dus een leven lang leerrecht zijn en een leerbudget zijn voor alle werkenden. Als ik dan naar het regeerakkoord kijk. Bij mij is het glas half vol, hoor. Ik ben ook iemand die altijd probeert na te denken waar de kansen voor ontwikkeling zijn. Maar dan zie ik ten opzichte van de miljarden aan milieu en aan klimaat nodig. Geen twijfel aan. Ook defensie nodig. Onderwijs, volkshuisvesting, allemaal nodig. Vooral volkshuisvesting natuurlijk. Maar als ik dan daarnaast zie, 4 keer incidenteel 125 miljoen voor het leerrecht, voor een in zijn kern structurele voorziening, vind ik dat een onevenwichtigheid in het coalitieakkoord, wat gewoon jammer is. En wat zal blijken niet te werken. Als je ziet dus dat die begrippen wendbaar, weerbaar en er hoort ook wederkerig bij. De 3 W's. Ik zeg altijd, de 3 W's kan je onthouden ook als je de stukken niet bij je hebt. Ik zie het ook vaak nog in stukken nu terugkomen in andere toespraken. Omdat het zulke cruciale, structurerende begrippen zijn om de toekomst met opgeheven hoofd aan te kunnen. Dan geldt dat eigenlijk voor alle werkenden. Wendbaar, weerbaar, wederkerig. Dat geldt voor de overheid, die moet leveren. Om mensen ook zo nodig te helpen om aan de slag te komen. Niet iedereen kan in het woud van de mogelijkheden zijn weggetje vinden. Dan schort het natuurlijk in hoge mate aan. Dat betekent ook naar de werknemer toe dat hij echt mee moet werken aan zijn bemiddeling naar werk. Dus het is echt wederzijds. Sociaal beleid kan niet overeind blijven als het niet wederkerig is. Overheid moet helpen. Werklozen zal echt aan de slag moeten met dan weer van de ene naar de andere baan, van werk naar werk, of additionele vaardigheden bijbrengen. En dat geldt echt voor iedereen. Ik hou nog heel regelmatig voordrachten over het rapport. En op een gegeven moment, dat staat niet in het rapport, maar als je erover nadenkt hoe zich dat verder dan ontwikkelt en je let op de reacties, dan kwam op een gegeven moment uit mijn laptop de gedachte en de zin, ik schrok zelf ook een beetje van, schaf de werkloosheid af. Ik denk, schaf de werkloosheid af, want dat is wel heel veel. Maar toen ben ik er eens over na gaan denken. Dus ik knipperde zelf ook een beetje met mijn ogen. Maar waarom accepteren wij eigenlijk werkloosheid? Dat is heel gek. We denken, nou ja, we krijgen een uitkering, laten we niet moeilijk doen. Laat ze ook vooral niet zeuren, we zorgen goed voor ze. Ik vind dat geen sociaal beleid. Ik vind het eerder onverschillig om iemands mogelijkheid om te participeren in de samenleving, om die mogelijkheid eigenlijk vaak af te sluiten, omdat we sommige werklozen jaren thuis laten zitten.
En denken dat dat vanwege de uitkering sociaal is. Ik noem het onverschilligheid. Daarom, eigenlijk, omdat het, we weten uit heel veel onderzoek, werkloosheid voor wie dan ook, volledig arbeidsgeschikt trouwens. Wie is er volledig arbeidsgeschikt? Het is altijd, is er iets, hè? Ook met mij, ook met jullie waarschijnlijk. Maar het is sociaal ontwrichtend, werkloosheid. Het is persoonlijk ontwrichtend. En het is maatschappelijk ontwrichtend. Ik moest eens een keer een paar bestuurders toespreken. Toen had ik uitgezocht dat in de stad als Den Haag, waar wij nu zijn, 25% van de begroting van Den Haag gaat naar de participatiewet. Dat zal in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam niet veel anders zijn. Ik moet volgende week naar Rotterdam. Ik spreek als een wethouder. Ik zeg, weet jij dat jij 25% van je begroting aan werkloosheid uitgeeft? Ja, ja, er is niks aan te doen, want het sluit niet op elkaar aan. Wat mij opvalt is de sloomheid, zou ik bijna willen zeggen. Het zo gemakkelijk aanvaarden. Dat je iemand thuis laat zitten terwijl er zoveel werk te doen is. Als ik door Den Haag loop, zie ik overal bordjes met personeel gevraagd. Natuurlijk weet ik van het feit dat de vraag en aanbod niet altijd op elkaar afgestemd zijn. Maar dan zorg je ervoor dat dat afgestemd op elkaar wordt. Ik zeg het wel eens een beetje provocerend, hè, maar anders mensen begrijpen het wel. En ik weet ook dat je dit niet morgen gerealiseerd hebt. Maar een toekomstideaal stellen wil niet zeggen. De zin daarvan is niet dat je het morgen gerealiseerd hebt. De zin ervan is dat je weet dat je stapjes in die richting moet zetten. Werkloosheid niet meer aanvaarden. En al het mogelijke doen. Niet alleen vanwege het budgetaire op een gemeentelijk niveau. Maar ook vanwege het persoonlijke en het sociaal ontwrichtende. En ook het economisch ontwrichtende. Ik bedoel, er zijn mensen tekort. Ik had wat overleggen van de week met werkgevers. Die zeggen de economische groei die zal lijden onder een gebrek aan personeel. Ik zeg maar, hoe bestaat het dan dat we 1 miljoen mensen onbenut arbeidspotentieel thuis laten zitten? Dat is een hele rare spanning. Hè? En hier ligt natuurlijk ook een mooie opdracht voor Cedrus. Omdat ik denk, nou, ik sprak Mohamed van tevoren even. Ik denk dat Cedrus klaarstaat om gaten in dat geheel echt op te vullen. Uiteraard met anderen. En het is niet alleen dat we het redden met 1 miljoen mensen. Je zal natuurlijk ook mensen kunnen langer werken. De scholing van de werkenden moeten we ook aanpakken. Het is natuurlijk één element in de benadering. Maar het is wel heel belangrijk. En ja, ik zou bijna willen zeggen, Job Cohen is de afgelopen jaren heel druk geweest met Cedrus. En het is een wat moeilijke tijd geweest, denk ik. Het was economisch moeilijk, het was budgetair moeilijk. En het is soms wel eens wreed dat iemand die op een moeilijke tijd de kar getrokken heeft, afscheid neemt op het moment dat zijn opvolger, naar mijn inschatting, een wat toegeeflijker omgeving zal treffen. En daar bedoel ik dit mee. Als ik kijk naar hoe dit verhaal van iedereen aan het werk en we moeten echt serieus compenseren datgene wat we het UWV en de gemeentes hebben afgenomen. Dat is ontzettend bezuinigd op die sectoren. Dan zie ik eigenlijk heel breed, zowel alle arbeidsmarkteconomen die zich hiermee bezighouden, arbeidsjuristen, politieke partijen, SER middellange termijn advies en ook het coalitieakkoord, een bereidheid om de steven op al die vier terreinen, arbeidsrecht, fiscaal, sociale zekerheid en onderwijs, om de wissel daarmee om te trekken. Ik wil in dit verband ook nog eens wijzen op die doorbraaknota, zou ik het echt willen noemen, van de VNO-NCW van februari vorig jaar, genaamd Brede Welvaart. De kern daarvan is dat naast economische groei ook inclusiviteit en duurzaamheid een punt is. Het eerste dat de werkgevers dat zeggen. Eigenlijk, huiselijk vertaald, de lijn tot nu toe was toch een beetje, Nederland wil het even mogelijk maken dat wij als werkgevers ons vak kunnen doen. En ze draait nu om. Wij als werkgevers hebben een rol in de grote ambities van de BV Nederland. Dat is precies andersom. En dat is cruciaal. Ik heb er ook uitvoerig over gesproken met de nieuwe voorzitter, Ingrid Thijssen, die dat helemaal heeft verinnerlijkt. Daar kunnen we Cedrus, denk ik, gebruik van maken. Daar kan de overheid gebruik van maken. Dat is een hele belangrijke omslag. Eigenlijk, als ik het zo nog eens zo zeg, dan ook in dit verband is zo'n term. Hè? Er zijn heel veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, als we het eens omdraaien. De arbeidsmarkt heeft een afstand tot mensen. Niet de mensen zijn het probleem, de regels van de arbeidsmarkt is het probleem. Dus dan moet je die regels veranderen. Dat is heel wezenlijk in een
activerend beleid waarbij iedereen echt aan de slag komt. Een paar slotopmerkingen over het coalitieakkoord. Ik heb er al iets van gezegd. Het is heel mooi dat dit kabinet op tal van punten een investeringsagenda presenteert. Want dat is echt hard nodig. Op het gebied van klimaat, stikstof, volkshuisvesting. Dat is echt verwaarloosd. Maar ik zeg er wel dit bij. Al die miljarden in die sectoren en 500 miljoen aan de arbeidsvermiddeling, inclusief het armoedebeleid, hè? En vier keer incidenteel 125 miljoen voor het leerbudget, betekent dat al die miljarden aan klimaat, CO2, volkshuisvesting niet uitgegeven zullen kunnen worden. Omdat de mensen er niet zijn om die handjes te leveren, om het allemaal uit te voeren. En het zal er dus om gaan dat kabinetsbreed erkend wordt dat hier een vrij fundamentele onevenwichtigheid in het coalitieakkoord zit. Ik verbaas me daar een beetje over, want als je daar gewoon met een schuin schippersoog naar kijkt, dan zie je dat gelijk. Ik wijt het aan de snelheid, overigens bewonderenswaardig, hè, wat Koolmees en Remkes gepresteerd hebben in 2 maanden dat akkoord te doen. De snelheid waarmee dat akkoord is gebeurd. Ik spreek natuurlijk wel eens wat mensen zo rond die onderhandelingen. Ik krijg sterk de indruk, als men een maandje meer de tijd had genomen, had men die onevenwichtigheid zelf ook gezien. Begrijp het. Men moest voor de kerst klaar zijn. Hè? Dat moest half december eindelijk eens naar uitkomen. Begrijp ik allemaal. Maar het zou wel, denk ik, op de een of andere manier toch een beetje rechtgezet moeten worden. En naar Job. Jammer dat hij niet kan zijn, maar we hebben de laatste keer gelukkig uitvoerig wat kunnen spreken. Neem nou afscheid op een moment dat het verleden, denk ik, moeilijker was dan de toekomst. Mohamed gaat er natuurlijk voor zorgen om de bal die nou voorgeschoten wordt, om die echt het doel in te kiepen. En dan hoop ik, Job, voor jou met al je werkzaamheden in het verleden, dat je met genoegen kan kijken naar datgene waar je het voorwerk voor hebt geleverd. Maar nu wel definitief, hoop ik, zijn beslag krijgt met een wat beter gesternte waarin Cedrus de komende jaren zou kunnen werken. Mag ik het hierbij laten? Dank. Hans Borsloop, heel veel dank. Dank u wel. Ja, dat is altijd gek. Normaal gesproken hoor je nu applaus, maar dat mensen zitten thuis. Dus dat hoor je waarschijnlijk thuis. Mag ik u vragen om plaats te nemen? Want laten we er eens even over doorpraten. Natuurlijk over de Cedrus-lezing, de kanttekeningen die erbij geplaatst zijn. Attentie, toch eerst even dat eerste punt, hè, dat Hans Borsloop maakte. Hij zegt van eigenlijk, ja, dat gaat meer over die initiële fase. Klopt dat eigenlijk? Of zeg je van ja, nee, ik zie dat MBO eigenlijk juist ook wel in al die andere fases? Ja, die ambitie hebben we. Kijk, het zou ook heel gek zijn, hè? Want als MBO hebben wij een hele mooie infrastructuur in dit land. We hebben 60 MBO-instellingen verspreid over het hele land. Heel veel disciplines. En we hebben 55.000 medewerkers. We hebben een mooie apparatuur staan. We doen dat samen met het regionale bedrijfsleven. En het zou gek zijn als samenleving dat je niet gebruik maakt van die infrastructuur. Maar het is heel weerbarstig. Dat is wat meneer Borsloop zegt. Hè, wij worden gefinancierd voor die initiële kant. Ik heb er wel iets over gezegd in mijn toespraak. Ja. En met name die post-initiële, dat is nog onontgonnen terrein. Ja. Ook qua financiering, ook wat mag je publiek-privaat mengen, et cetera. Daar kunnen we nog een hele middag over vullen, maar we hebben de ambities wel om dat te doen. We doen het ook al, in sommige regio's gebeurt het dan, maar niet in de massaliteit wat nu nodig is, ook met deze transitie. En als we heel specifiek kijken, want dat is natuurlijk de opmerking die u maakt, gaan eigenlijk over de arbeidsmarkt in zijn geheel. En eigenlijk heeft iedereen wel op een bepaalde manier een afstand tot, of in ieder geval de arbeidsmarkt een afstand tot hem of haar. Maar toch, de leden van Cedrus, die werken natuurlijk bij mensen, ja, die, ja, soms echt heel lastig vinden om een plek te vinden, om een baan te vinden, om die aansluiting. Zit daar nog meer mogelijkheden? Als je kijkt naar dat onderwijs, naar dat leven lang leren, naar op andere manieren toegang krijgen tot onderwijs? Ja, dat denk ik wel. Want als je naar het verhaal van zowel de heer Borsloop als van de heer Teken luistert, dan staat eigenlijk één ding centraal en dat is de mens. En dat uiteindelijk draait het om maatwerk en kijken wat mensen nodig hebben. En Adnan noemde net al een paar kanttekeningen in relatie tot initieel, post-initieel. Ik denk dat we daar nog wel wat muren te doorbreken hebben. Zoals? Waar zitten nog mogelijkheden? Juist in die samenwerking? Nou, als je het hebt over maatwerk, betekent, om maar een woord van de heer Borsloop te gebruiken, dat je ook wendbaar moet kunnen zijn. Ja. En dat is het. De onderwijssectoren op dit moment zijn dat niet. En nee. De overheid is dat niet. Ja. En dat betekent dus dat we daar met elkaar nog wel wat achterstallig onderhoud moeten gaan plegen. Ja. En ik zie de heer Borsloop al lachen, want dat is ook waar hij toe oproept in zijn rapport, maar ook waar Adnan net in zijn lezing ook wel heel duidelijk van geeft. Uiteindelijk draait het wel om maatwerk.
Terwijl het onderwijs zoals het nu georganiseerd is, is wel heel erg vanuit hele strakke kaders. Ja. Even een huiselijke mededeling, hoor. Ik merk, we zitten te puzzelen met meneer Teken. Nee, en we doen gewoon Hans. En als je dat, gaan we, dat gaat veel sneller. En dan kunnen we de inhoudlijnen laten zijn. Over die wendbaarheid. Ja. Als je zo'n jaar al dat arbeidsrecht, die fiscaliteit kan bekijken, wat mij dan opvalt is dat je sociaal recht invult op een manier van massief, dit is jouw recht. Terwijl als je nadenkt over wat er nou aan de hand is op de arbeidsmarkt, en voor de internationale arbeidsmarkt ook, dan is eigenlijk de beste sociale bescherming die je kan hebben niet meer, dit is jouw recht, maar dit is jouw vermogen om mee te bewegen met wat er in de economie gebeurt. Dus de vermogen om te accommoderen met die omgeving die verandert. Want dat hou je niet tegen, hoor. Alsof de zon niet ondergaat en niet opkomt. Dus de nieuwe sociale bescherming. Ik merk ook, een moment, je zegt dat terecht, dat mensen daar moeite mee hebben. Want ik neem mijn recht af. Dan zeg ik altijd, ik heb het ook al even gezegd. Als jij een vast contract hebt, dan denk je lekker veilig te zitten. Maar bij de VND in 2015 stond je toch op straat. En als je niet goed toegerust was met vaardigheden, was je heel kaal en kon je niet verder. Terwijl als je goed was toegerust, het helemaal niet zo. Ja, het is altijd werkloos en het is altijd vervelend. Maar als je goed toegerust wordt op een wendbare, dynamische arbeidsmarkt, dan hoef je niet bang te zijn voor de werkloosheid. Maar toch even, meneer, ik zeg nu toch mee. Ja. Hans, ja. Als ik wel vrij mag zijn. Ja, verder. Ja, is juist in die wendbaarheid en die weerbaarheid. Een belangrijk deel van de mensen waarmee de mensen werken, die kijken nu naar dit webinar, die hebben juist soms best last met die wendbaarheid en die weerbaarheid. Ja. En die komen dus in een arbeidsmarkt terecht waar dat wel gevraagd wordt. Ja. En ik ben wel benieuwd hoe bij jullie in de commissie daarover gesproken is. Juist over die groep. Want vaak hebben mensen over leven lang leren niks af. Ja, dat zijn mensen die moeten misschien inderdaad even mondiger of moeten even geholpen worden. Bij deze groep is dat vaak net iets lastiger. Ja. Hoe is dat gesprek bij jullie erover gegaan? Nou, in die zin hebben we er niet zo concreet over gesproken. Dat moet ik je eerlijk zeggen. Waarom we zijn niet? Wat macro gebleven. Ja, waarom en eigenlijk niet? Nou, we hadden hier onze handen vol aan, hoor. Okay. Dit was conceptueel, was het heel ingewikkeld om vier mologen van regelsystemen die allemaal hun eigen gang gaan zijn. Maar je hebt absoluut gelijk trouwens. Maar jullie weten er meer van. Ik denk dat het moment er ook mee van houden. Ik zou niet. Is het echt zo dat de populatie waar jullie druk mee zijn, dat die echt meer moeite zou mee hebben met gestalte te geven aan die wendbaarheid in termen van de arbeidsrelatie? Is dat zo? Of zeggen we dat iets te snel? Nou, kijk, wat je natuurlijk ziet is dat bestaanszekerheid natuurlijk een heel belangrijk woord is. En je hoort het nu steeds meer, dat de mensen wel zekerheid willen hebben dat ze vooruit kunnen komen in het leven. En niet bij de eerste beste wisseling van een baan of wat dan ook terugvallen in inkomen, schulden en noem het allemaal maar op. Dus inkomenzekerheid, bestaanszekerheid zijn hele belangrijke dus elementen. Weerbaarheid, hè? En als je het hebt inderdaad vanuit die term van weerbaarheid, is dat inderdaad een hele belangrijke. Kijk, de doelgroep van CEDRIS, dat zijn mensen waar de arbeidsmarkt een grote afstand tot heeft. Dat is mensen, ik probeer goed in jouw lijn te blijven, Hans. Dat zijn mensen met een beperking. Ja. En daar zitten ook heel veel mensen die bijvoorbeeld geen opleiding hebben. Ja. En dat betekent dus, als we het hebben over een leven lang leren, dan moeten we ook even uit ons hoofd halen dat het puur altijd alleen maar om initieel onderwijs moet gaan en om hoger onderwijs, om maar zo'n term te noemen. Maar kijken, als je de mens centraal stelt en kijkt wat zij of hij nodig heeft, dan kom je al heel snel tot de kern. Wat zijn nou dromen en talenten en drijfveren van mensen, maar wat zijn obstakels waar ze tegenaan lopen? Nou, wij hadden even in ons vorige gesprek, Hans en ik, hadden we het erover van het kennen van die mensen is een heel belangrijk onderdeel, vind ik, zowel voor het onderwijs, maar ook voor gemeenten. Wie zijn die mensen die bij jou in de participatiewet zitten? En wat hebben die mensen nodig om verder te komen? En met kennen ook echt kennen, echt, zeg maar. Echt kennen. Het zijn geen BSN-nummers. Precies. Het zijn geen BSN-nummers. Het zijn mensen die behoeften hebben, die wensen hebben, die dromen hebben. Ja. En die ook obstakels ervaren. En wat hebben die mensen nou nodig om die stap te maken naar die arbeidsmarkt en op die arbeidsmarkt? En hoe blijf je dat vasthouden? Of dus naar het onderwijs. En want dat is dus, dat want dan kom je toch bij Adno. Ja. Want je zou kunnen, er zijn natuurlijk voorbeelden van mbo-instellingen die samenwerken met sociaal ontwikkelbedrijven. En die proberen met elkaar eigenlijk deze stap te zetten. Zou daar niet veel meer in kunnen?
Volgens mij doen we daar ook al heel veel in. Hè? Ook via SBB-verband. Ja. Met de praktijk leren, et cetera. Ja, ja, zeker. Daar investeren we ook heel erg veel in. Even SBB, hè? Dat is het samenwerkingsverband van wat is het bedrijfsleven en beroepsonderwijs. Juist. Ja. Juist. Hè, dat is eigenlijk die economische en sociale wat samenkomt, hè, Hans. Ja. En ik zeg ook altijd, als het goed gaat met het bedrijfsleven, gaat het goed met het MBO en omgekeerd. Precies. Hè, zo gaat dat. Want even voor zeker, daar ben je ook voorzitter van. Daar ben ik duo voorzitter. Samen met de Malitoren, zeg maar, met de werkgevers. Kijk, en dat doen we al heel erg veel. En ik zag ook dat bij dat filmpje, dat eerste filmpje wat we laten zien, dat meisje. Dat praktijkleren. Ja, dat praktijkleren, dat is toch een beetje, ook deze jongeren serieus nemen. Dat ze van waarde zijn, dat ze ergens in een ritme komen, hè, dat ze bij een werkgever gaan. Maar dat is maar de eerste stap, volgens mij. Is dat de eerste stap naar de opstap voor het initiële onderwijs? Ja. En dat is dan vanaf niveau 2, et cetera. En dan krijg je weer andere mechanismes. En dan vind ik echt Nikki een schitterend voorbeeld. Ja. Die zegt, zo'n vrolijk meisje, die zegt, luister, hier heb ik maar te maken met 3 docenten. Ja. En hier gaat het om dat maatwerk en dat mensgerichtheid en het behapbare. En mijn vraag is zo, want dit zijn hele goede voorbeelden. En je ziet gewoon wat voor effect dat heeft. Zodra je inderdaad de mensen kent, zodra je zorgt dat je ook die verbinding weet te maken. Is daar meer mogelijk? Want ik heb altijd de neiging, als iets goed werkt, dan moeten we het meer doen. Ja, en kijk, als je het vertaalt naar leven lang ontwikkelen, dan moet je heel goed kijken wat heeft deze doelgroep nodig. En is dat instrument nou wel voldoende? Hè? Dus praktijk leren, als opstap om gewoon naar een reguliere of mbo of een andere opleiding te doen. Dat kan altijd meer. Ja. Want ik denk ook echt dat je mensen gewoon bij de hand moet nemen om die eerste stap te kunnen zetten. Ik ga gelijk even een vraag nog eens stellen. Dan kom ik bij Hans en ik hoor hem reageren. Maar Geert Mook, die stelt een vraag. Er wordt gesproken over leerrechten en individueel LRO-budget. Maar hoe motiveer je nou mensen tot leren als ze daar geen positieve ervaring mee hebben? Kijk, wat we in Nederland niet hebben, is een permanente leercultuur. Mm-hmm. Het begint van kleins af aan, hè, in jouw voorstel ook. Hè. Eigenlijk een soort van geboorterecht, hè. Ja. Leerrecht, een geboorterecht. Dat hebben we niet. Daar moeten we als samenleving aan werken. Dat we wel tot die permanente leercultuur komen met elkaar. Ik denk de ambities op dit moment in de samenleving, maar ook vanuit de politiek, dat wel mensen tot denken gaat zetten. Van, heb ik nou genoeg skills en vaardigheden op dit moment om mee te kunnen, die VND vind ik een goed voorbeeld, om mee te kunnen straks als er iets anders wordt gevraagd. Ik denk dat we het juiste moment te pakken hebben. Ja. Maar wat we niet goed doen, is dat we het systeem onmogelijk hebben gemaakt om dat mensgericht en dat maatwerk in te richten. Hè? Even één voorbeeld, wat ik echt een prachtig voorbeeld vind, is het Twents Fonds voor Vakmanschap. Daar zit ook onze mbo-instelling, ROC Twente zit daarin. Was binnen no time uitverkocht, dus waren vouchers. En waarom? Niet omdat mensen via een scholingsportaal iets moesten aanvragen. Ze gingen naar de mensen toe. Ze gingen naar de bibliotheek, ze gingen naar de koffiehuis, ze gingen naar de markt, ze gingen naar het bedrijfsleven. En dat is ongelooflijk belangrijk. Ja. En dan heb je een antwoord ook op die vraag. Je moet het persoonlijk maken en je moet ze moeten aan het stuur zitten zelf. Voor hun eigen ontwikkeling. Ja, nou, dit hebben we in de commissie uitvoerig besproken. Want meer van hetzelfde, want als hetzelfde niet werkt, dan is meer ook niet effectief. Hè? Wat ons door de echte deskundige is gezegd, is het feit dat je als een individueel leerbudget hebt wat voor jou is, wat jij mag invullen. Mm-hmm. Natuurlijk moet je advies vragen bij mensen, want die markt is heel moeilijk te overzien. Maar jij hebt de regie over dat budget. Dat is psychologisch zo van belang, dat ik denk dat de oude ervaring met van bovenaf opgelegde scholingstoestanden, dat kunnen we echt vergeten, is een nieuw concept. Ja. We hebben ook iets anders voorgesteld. Hè? Want ik zeg altijd, we hebben nu stap 1.0. Hè? Dat is ook heel veel, 200 miljoen. Hè? Dat is ook in het nieuws geweest. Ja. Hè, dan kun je als Nederlander kun je dan 1.000 euro kun je dat, per jaar. Recht halen per jaar. Is een begin. Is een begin. Ja. Nou, het is goed dat het gebouwd is. Zeker. Het systeem is best ingewikkeld om te bouwen. Wij hebben vorig jaar iets anders voorgesteld achter de schermen. Ga dan naar stap 2.0. Ja. En dat zijn individuele regressieve leerrechten. Ja. Waarbij mensen, als ze kiezen voor die tekortsector, een extra premie krijgen. Ja. Zo snijdt het mes aan een paar kanten. Ja. He, en regressief betekent, als je lager bent opgeleid, krijg je hogere leerrechten. Ja, toch even. Als je het hebt met mensen waar de arbeidsmarkt een afstand toe heeft, dan heb je toch vaak het idee dat juist het leren daar en juist dit soort, bijna ook soms assertiviteit vraagt het. Het vraagt ook gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn, ook als mensen gericht zijn. Dat soms juist lastig is. Nou ja, hoe kan je daar nou bij helpen? Want juist die, ik bedoel, als je het hebt over regressief, juist die mensen hebben het soms extra nodig. Ja, dat is een goed punt. En dan kom je bij de kennis en expertise die de leden van CEDRIS hebben. Want dat is waar ze voor op aarde zijn. Juist om die mensen
verder te helpen in hun ontwikkeling. Dus ja, die kennis en expertise is al aanwezig. Ik bedoel, waar Adnan zegt, ik heb 60 mbo-instellingen door heel het land, zeg ik als voorzitter van CEDIS, ik heb 100 leden ja, door heel het land, met een geweldige sociale infrastructuur, die je met mannenmacht eigenlijk overeind moet zien te houden. Nou, dus als dat gaat om hoe breng je die mensen verder, ja, zorg ervoor dat die infrastructuur die ja, Adnan heeft vanuit het mbo, die de leden van CEDRIS hebben. We hebben een paar honderd gemeenten. We hebben het UWV, Hans refereerde daar net al, waar jarenlang flink op bezuinigd ja, is geweest. Breng die kennis en kunde nou bij elkaar, ja, om ervoor te zorgen dat je samen met die werkgevers, met VNO, met MKB, ja, om samen een goed uitvoerbaar plan ja, te maken om die arbeidsmarkt van een impuls te voorzien. Nou, als we stel dat zo'n plan, hè, we komen langzaam in de commissie Borslap deel 2 terecht, volgens mij, hier aan tafel. Ja. Want we gaan dat deel waarvan u zei, ja, daar kwamen we toen net niet helemaal toe, gaan we gewoon hier met elkaar. Wat moet er in dat plan staan? Het is een, ik denk dat iedereen dus de goede kant op inmiddels opkijkt. Dat is wel heel belangrijk. Okay. Dan is het er nu een oplossing. Dat is de premisse, zeg maar, voor dit plan. Ja. Anders ga je alle kanten. Precies, ja. Dus, maar we gaan een plan maken. Precies. Dat is een operationele kwestie. Ja. Dat is ook ingewikkeld, hoor. Daar zijn we vaak niet goed in. Rutte was zo eerlijk met al die miljarden te zeggen, ja, het komt nu op de uitvoering aan. Daar had hij helemaal gelijk in. Want, nou, ik denk dat Wouter Koolmees, die moet echt voor de publieke zaak behouden blijven, overigens. Mag ik dat even tussen neus en lippen doen. Die is heel druk met die RMT's geweest, die regionale mobiliteitsteams of centra. Ja. Nou, arbeidsmarkt is een regionaal fenomeen. Het is toch ingewikkeld om iemand die werkloosheid in Zeeland in Groningen aan de slag te krijgen. Dus dat zou misschien wel moeten, maar dat is toch wel iets ingewikkelder. Ook met de huisvesting, dus een regionaal fenomeen. Is nu georganiseerd. Ja. Als je ons... Ik zeg even voor de zekerheid, hè, want de commissie Borslap 2 gaat dus heel specifiek over mensen waar de arbeidsmarkt een grote afstand toe heeft. Nou, pas op. Nee. Dat richt ik even nu in. Ja, okay. Die stel ik nu in. Nee, maar het is breder. Dat begrijp ik. Het gaat om twee maar dingen. Ik ben toch benieuwd even naar die groep. Wat kunnen we daarvoor doen? Ja, nee. We hebben dus ik ben een strenge technische voorzitter van deze commissie. Nee, dat is heel goed. Nee, anders vliegt het alle kanten op. Iedereen die nu niet aan de slag komt in een zo ongelooflijke krappe arbeidsmarkt, moet eigenlijk morgen in staat zijn naar een instituut te gaan waar achter de balie zitten UWV, gemeente, bona fide uitzendwezen. Iemand die werkloos wordt, moet, nou, als hij gisteren werkloos is, morgen om 9 uur daar verschijnen. En dan gaat die drie in gezamenlijk overleg naar, jij bent werkloos geworden, wat kan je? Kan je direct naar een vacature je melden? Of moet je vaardigheidstraining hebben? Mm-hmm. Dus de kennis, we mogen niet meer het laten gebeuren dat iemand jaren achtereen weg is van de arbeidsmarkt. Want dan kom je niet meer terug. Even voor de zekerheid, er zijn ook mensen bij die bij wijze van spreken alleen al naar het loket gaan een opgave is. En? Die naar zo'n loket toe gaan, bij wijze van spreken, of het digitaal is of niet, ook digitaal, dat een opgave is. Er zijn mensen voor wie het, daar hebben we het over onder andere beschutte werkplekken. Zeker. Geldt daarvoor dezelfde activerende houding die u zegt? Nou, ik ga gelijk u zeggen. Nee, in beginsel is de wederkerigheid, is niemand ervan verontschuldigd. Mm-hmm. Dat is echt heel belangrijk. Ik vind het geen sociaal beleid om iemand thuis te laten zitten met een uitkering en er niet meer naar hem om te zien. Mm-hmm. Dat is niet goed voor hemzelf, niet goed voor de sociale structuren, niet goed voor de economie. Daar moeten we een beetje harder wel eens zijn in dit land. We zijn dan wel eens, we hebben het laten gebeuren, die 1 miljoen die achterstand. Dat moeten we dus niet doen. Zeker niet in deze arbeidsmarkt. Betekent wel dat de uitvoeringsorganen, de gemeentes, de UWV, mankracht moeten kunnen gefinancierd kunnen krijgen. Dat komt echt van de centrale overheid. Om die persoonlijke individuele begeleiding van zeker ook de moeilijke gevallen, om dat te operationaliseren. Ja. Daar heeft het allemaal ook. Als het UWV zegt, als je tof het is of Maarten Kamp zegt, ja, ik kan alleen maar vanwege mijn budget de makkelijke gevallen bemiddelen en zo. Ja. En de moeilijke laat je zitten. Ik begrijp het, maar het is niet goed. Ik ga toch zeggen, het zijn volgens mij geen moeilijke gevallen. Het is gewoon zo. Soms. Voor sommige mensen is gewoon het lastig. Ja. Dus dat is even maar dus een perspectief. Maar ik spreek veel met directeuren sociale zaken. Natuurlijk zijn deze mensen er. En daar zou je extra aandacht aan moeten besteden. Maar die kennen ook de gevallen. Dat iemand zei, nou, je was de vorige maand wel behoorlijk fors naar mij. Ja. Maar ik zie nu
hoe goed dat gewerkt heeft. Okay. En dat had ik gewoon een beetje nodig. Ja, ik, een beetje, het is een beetje... Ik kijk even naar de andere leden van de commissie. Ja? Nou, de RMT, daar had Hans het net over. Ja. Daar zitten wij ook in als MBO. Ja. Het is mooi om die basisinfrastructuur te bouwen met elkaar. Alleen er komt nog geen vraag uit. En wat we volgens mij de slag die we moeten maken is echt maatwerk bieden in elke regio. Op de inhoud en ook op de mensen. Ja. Zeg maar, je moet dus de inhoud aan de mensen koppelen. En wat Hans zegt, dat klopt. In Noordoost-Groningen heb je een ander soort antwoord op de klimaattransitie dan in Zuid-Limburg. Ja. Mm-hmm. Weet je, en ik zou het ons toewensen dat we die stap gaan zetten. Er is 35 miljard nu beschikbaar bij Rob Jetten. Mm-hmm. Doe 500 miljoen voor de arbeidsmarkt. Want als je die 500 miljoen niet gaat investeren... Dan gaan al die transities niet kunnen werken. Ja. En zet daar ook onderwijs. En zet daar ook het onderwijs aan tafel. Hè, om dat die één op één te doen. Kijk, en het UWV, nog het laatste. Het UWV kent haar doelgroep goed. Ja. Echt waar. Die kent haar doelgroep. Dit is hè, en maar we moeten die brug over met elkaar. Ja. Ik kijk even naar het CEDRIS-lid van de commissie Borslab 2. Ja. Nou, ik denk dat dat dan wel een goed punt raakt. Hans en ik hebben het daar ook over gehad. Van al die grote bewegingen. Ja, ik stel ervoor om daar 10% van te pakken en te investeren in die arbeidsmarkt. En kijk, Ruben, jij gaf wel een terecht punt aan, ook aan Hans. Kijk, ik heb zelf als programmadirecteur gewerkt met deze doelgroepen. En jij kan... met een alleenstaande vader of moeder die 40 schuldeisers in de nek heeft zitten hijgen, wel praten over aan het werk gaan. Ja. Terwijl diegene alleen maar aan het denken is, hoe geef ik mijn kinderen vanavond te eten met al die schuldeisers in mijn nek. Ja. Dus je moet, en dat is waarom ik blijf zeggen, het is een en-en verhaal. Ja. Je moet aan de ene kant obstakels wegnemen en aan de andere kant stimulerend richting de arbeidsmarkt gaan. En dat vraagt om maar een paar mooie ambtelijke termen te gebruiken, ontschot en integraal werken. Met andere woorden, al die budgetten, dan Hans, ben het alle instituties aangehaald die daarmee bezig zijn. En de budgetten die daarvoor beschikbaar gemaakt moeten worden. Want als je zegt wij willen maatwerk, dan hoort daar goede begeleiding bij. Ja. Wij hebben als CEDRIS het voorstel gedaan. Wij zijn per direct met onze huidige infrastructuur alleen al in staat om 10.000 mensen extra aan het werk te helpen. Mits we daar wel de middelen voor krijgen om die goede begeleiding te leveren. Ja, want wat zou je met die middelen doen? Goede begeleiding zeg je. En hoe ziet dat eruit? Nou, Hans gaf net het voorbeeld. En Adnan haalde dat in zijn lezing net ook aan. Dat sommige mensen hebben veel meer individuele begeleiding nodig. Op de werkvloer, in de klas, et cetera. Ja, dat kost geld. Dat zijn mensen. Als je Hans hoort zeggen, het moet geoperationaliseerd worden, is feitelijk wat hij zegt. Er moeten mensen aan het werk gezet worden om die begeleiding te bieden. Ja, die mensen moet je ook betalen. Dat kost geld. Nou, onze leden hebben de kennis, hebben de kunde en de infrastructuur ervoor. Ja. Alleen niet de middelen. Dat is toch van de zotte op het moment dat je nu 1 miljoen mensen langs de kant hebt staan. Dat geld op dit moment het probleem is om die mensen stappen te laten zetten op die arbeidsmarkt. En dan, wat Adnan terecht zegt, dan steken we miljarden in volkshuisvesting in. Allemaal terecht. Maar pak 10% daarvan en stop het in een fonds voor de arbeidsmarkt. Sorry, ik kom zo bij je terug, Hans. Maar we hebben natuurlijk, dit is de tiende keer dat dit doen. Dus je hebt op een gegeven moment ook mensen die meerdere edities volgen. Ja. Marjolein Dulle is zo iemand. Die zei net even, eigenlijk Lex Beurdorf, degene die de lezing vorig jaar... die had hier even ook aan tafel moeten zitten. Die heeft gewezen op het belang ook van de kleine stapjes die je kan zetten. De arbeidsmarkt moet zich juist aanpassen. Er moeten meer kansen komen om te starten met een klein dienstverband. Ja. Goede begeleiding, goede mogelijkheden. De arbeidsmarkt heeft wel afstand tot mensen. Hè? Niet andersom. Ja, precies. Dat is precies wat zij zegt. Ik wil vaak dat mbo's kwetsbaar zijn. Ik zeg altijd, de arbeidsmarkt is kwetsbaar. Ja. Dat is echt zo. Neem maar even het voorbeeld van net. Hè. Dat ontzorgen eigenlijk is het ook ontzorgen. Je moet mensen ontzorgen. Mm-hmm. Dat de kinderopvang straks gratis wordt, misschien voor deze groep, kan enorm helpen. Ja, moet je wel genoeg peuterlijsters hebben. Die moeten wij weer opleiden. Dan zit je weer in een uitdaging. Maar zo'n voorbeeld die ik gaf, hè, mijn school in Doetinchem, hè, de Graafschapcollege. Ja. Ik was echt verbaasd, hè, want ik keek ook echt, ben ik hier op het juiste adres? Want ik kwam op een bedrijventrein terecht. Die is natuurlijk helemaal economisch gezien niet rendabel. Mm-hmm. Maar sociaal gezien heel erg rendabel. Ja. Een grote bedrijfshal, leuke mooie spullen. Hè, 2-3 leerkrachten op kleine groepen. Studenten die hun eigen tempo dat mbo-diploma. Want dat is wel een vereiste. Ja. Je moet wel die mbo-diploma halen. Adnan, jij zei eerder, dat is heel belangrijk. Je moet het in Groningen anders kunnen doen dan in Zeeland. Dat betekent dus een beetje ook experimenteerruimte. Ja. Als je het coalitieakkoord goed leest, dan zit daar een haakjes. Het kan meer, maar zit haakjes. Mag ik nog een hele gekke brainwave die bij mij
overkwam. Dat mag je in de commissieborstel op twee altijd. Ja, kijk, ja. Nee, maar het gaat ook om de persoonlijke invulling van de bewindslieden. Nu zitten op sociale zaken, Karin van Gerp, die kent en de overheid, maar ook het bedrijfsleven heel goed. Die weet dus hoe regelgeving overkomt daar in het bedrijfsleven. Op VWS, ook zo'n departement wat heel erg van regels houdt en van directieven van bovenaf, zit nu een ziekenhuisdirecteur die weet hoe het in de ziekenhuizen gaat. Ja. Op onderwijs zit iemand die weet hoe het in de wetenschap het onderwijs gaat. Ik heb het vermoeden dat je dat een goede ontwikkeling vindt. Ik heb een beetje de stille hoop dat nu wij op de regeldepartementen bij uitstek, SZW, VWS, OCW, mensen zitten die weten hoe die regels vanuit de optiek van Den Haag overkomt bij waar het werkt. Okay. Hans zou moeten echt over hun eigen schaduw heen springen. Ja. En niet de individuele ministers, maar de departementen. Nee, dat is de grootste uitdaging. Ja, okay. Maar die minister geeft wel het voorbeeld. Ja. Hè? En die moeten zeggen, wat is dit voor gekkigheid? Denk je dat dit gaat werken? Weet je hoe het in de ziekenhuizen werkt? Ja, dat moeten we hebben. Nu kijken de mensen naar dit webinar en die zeggen, ja, maar luister, ik heb gewoon een sociaal ontwikkelbedrijf. Ik ben gewoon dag in dag uit gewoon aan het werk. En ja, ik spreek niet dagelijks een minister. Wat vertellen we nou eigenlijk tegen de mensen die kijken? Wat betekent dit voor hun? Zeggen voor hun, toch? Ja, dat, ik weet niet. Ja, maar toch. Ja, uiteindelijk is wat we eigenlijk nu al een tijd al hebben geroepen. We hebben geen kans onbenut gelaten. RTL Nieuws en NOS, brieven naar de Tweede Kamer, binnenkort gesprek met de minister daarover. Om te benadrukken dat het niet 5 voor 12 is, 5 voor 12 is, 5 over 12. Want wat het gevoel wat ik heb is kijk, Hans zegt het glas is al vol. Nou, ik ben ook een optimistisch mens en dat is bij mij ook zo. Maar ik mis wel het echte gevoel voor urgentie. Mm-hmm. Want als je ziet wat er op dit moment op de arbeidsmarkt gebeurt en al die grote transities die moeten gaan plaatsvinden en vervolgens trek je 500 miljoen uit als kabinet voor de arbeidsmarkt en schuldhulpverlening en armoedebestrijding. Ja. Hoe serieus neem je jezelf dan? En hoe serieus wil je dit vraagstuk gaan oppakken? Wetende, nou, Hans zei het net ook in zijn voordracht, dat als jij een energietransitie vorm wil geven, als jij de woningcrisis wil bestrijden, nou, dan refereerde daar ook al aan, dan gaat dat niet werken. Die miljarden gaan blijven liggen, omdat je het niet kan uitgeven, omdat je de menskracht niet hebt. Ja. Dus volgens mij moet er ook nu bij de bewindspersonen echt van doordrongen zijn, maar ook bij de Kamer, dat er veel en veel meer geld naar die arbeidsmarkt toe moet. Ja. Ja, en dat gaan wij met volle kracht. Ja. Maar dat is wat je inderdaad, ik bedoel, daar ben je ook voorzitter van Cederus, om dit soort dingen probeert te bewerkstelligen, ook te benoemen. Ik zit toch nog even te kijken naar de mensen die gewoon zelf hier in de praktijk mee bezig zijn. En bijvoorbeeld dat praktijk leren. Dat is nu een paar keer genoemd, zeg je, ja, dat is eigenlijk hartstikke belangrijk. Ik had vooraf mensen gesproken die zeiden, ja, eigenlijk dat praktijk leren, daarom mijn vraag net ook, dat zou eigenlijk veel meer in moeten zetten. Er zou een structurele bekostiging voor moeten zijn. Omdat gewoon veel meer die koppeling tussen sociaal werkbedrijven, ontwikkelbedrijven en mbo moeten we veel strakker in elkaar zetten. We moeten zorgen dat bijvoorbeeld dat praktijk leren, want het werk gaat gewoon ook in de zomervakantie door, zeg maar, mbo is dan dicht. Moeten we iets voor weten te vinden. Dat zijn toch hele praktische dingen die we ook kunnen regelen met elkaar. Dat denk ik wel, ja. Dan moeten we ook het gesprek over voeren. Ja. Over praktijk leren en wat de relatie is. Want dat riep ik ook de leden op, hè, in mijn speech. Ja. Hè, de geheime keukens van al die leden. Ja, daar ben ik ongelooflijk naar geïnteresseerd. Ja. En hoe dat met hun toe gaat, dat heb ik nog te weinig beeld vanuit mijn positie nu op dit moment. Ook door corona, et cetera. Maar daar ben ik wel heel erg in geïnteresseerd. Zeker. Nou ja, Adnan gaf net aan over schaduw heen springen. Dat geldt natuurlijk ook voor het mbo. Als het gaat ruimte krijgen om ook dat soort nieuwe flexibele onderwijsmethoden met elkaar uit te vinden en te ontdekken. En wat er nu helaas vaak gebeurt, ook vanuit het onderwijs, is dat ze zich wel heel strak houden aan het controlekader, zou ik maar zeggen, van de inspectie. Ja. Waardoor er al meteen tegen muren aangelopen wordt. Nou, die muren hoop ik hand in hand met Anne. Het is wel weliswaar een Ajax-seat, maar hand in hand kameraden. om dat te doorbreken. Eenheidsworst nu, hoor. Ja, precies. Okay. Ik sta hier buiten. Maar nog even dat glas half vol. Tot slot. Mag dat nog even? Ja, tot slot. Waarom is het glas half vol? Moment, wat jij net zei, daar komen ze in de milieu- en de klimaatlobby ook achter. Verrek, we hebben wel geld, maar geen mensen. Dan moeten jullie klaarstaan op dat moment. Niet om geld van het ene departement naar het andere. Dat lukt niet in Den Haag. Hè. Nee, dat is, maar wat wel kan, is waarom die miljarden van Jette, gaat hij niet inkopen bij de RMT's? Ja.
werkzaamheden, maatwerktrajecten, gewoon inkopen. Kijk. Maar jullie moeten dan klaarstaan. Kijk, wij staan klaar, Hans. Dat is toch een mooi slot, voorzitter. Vind ik helemaal. Punt. Dank. Ja, heel veel dank. Dank je wel. Ja. Het was wel leuk, want wat mensen misschien thuis niet zien. Wij kijken af en toe ook naar Jocko Hendy. Die zit hier recht tegenover. Ja. Die zie ik daar ook al af en toe knikken bij sommige punten. En dat laatste punt, dat zag je volgens mij wel helemaal zitten. Ja. Ik wil jullie heel erg danken, voor nu in ieder geval. Dank ook voor deze 10e Cederis-lezing. Dank ook voor de reflectie erop. En ik hoop inderdaad dat die vervolgafspraak er ook uitkomt. Want daar zit natuurlijk enorm veel potentieel en enorm veel waarde. Dames en heren, bij het begin van deze middag zei ik al even, ja, dit is ook de afscheidsbijeenkomst. Want die hadden eerst al fysiek bedacht. En als, voordat we er komen, wil ik even dat u naar het volgende luistert. Dit boekje vertelt over de kleine en grote triomfen die in de sociale werkbedrijven worden behaald. Over struikelblokken en oplossingen, weerstanden en strategieën. Maar vooral over de mensen om wie het uiteindelijk allemaal draait. In Nederland geloof ik in de afgelopen jaren deze stem hebben leren kennen. Want het is volgens mij een van de meest geliefde insprekers van boeken. En het fantastische, er is ook een Cederis boek. Job, eens even kijken of je ons goed kan verstaan. En wij kunnen je wel een beetje zien. Dag Job. Eens even kijken of dit lukt. Ja, ik zag wel een beetje haperen. Hoor je ons, Job? Jazeker. Ja, kijk, heel goed. Ik ga even kijken of het volume iets harder kan. Heb je het gesprek een beetje kunnen volgen? Ja, helemaal. Helemaal. Kijk. En ik vond het hartstikke mooi om het te horen. Ik was natuurlijk ongelooflijk tevreden als ik Adman hoor hoe goed hij dat allemaal doet. En als ik de bevlogenheid van Hans Borstelap hoor, dan denk ik, potverdorie, wat mooi dat die dingen hier samenkomen. En denk ik dan, in dat boekje wat je daar voor je hebt, daar zit al een deel van het antwoord zit daarin. Ja. Hè? Want dat boekje dat gaat dus over een aantal mensen in de sociale werkvoorziening en hoe die zich ontwikkelen. En hoe dat dus gaat. Het is trouwens een van de allermooiste boekjes die ik ken. Ik heb elke keer als ik lees, of elke keer moet ik het anders zeggen, als ik het voorlees, dan moet ik ontzettend oppassen, omdat het me elke keer weer ontroert. Ja. Omdat al die fantastische verhalen zijn. Maar hier zit dus de overlap tussen MBO en Cederis. Ja. Hier zie je hoe het moet. Nou, duidelijk, ja. Nou, en zeker nog, moet je altijd oppassen dat je niet ontroert. Ik weet uit praktijk dat het je gewoon af en toe elke keer weer ontroert. Ja. Is ook dat, ja. Ja, dat is zo, ja. Nee, en dat sluit ook wel mooi aan bij het gesprek wat we hier natuurlijk ook met elkaar hadden. Ik bedoel, het gaat uiteindelijk om mensen. En het gaat om de verhalen van die mensen en de mensen zien. En dat zit natuurlijk hier prachtig in. Ja, Job, we hadden natuurlijk ballonnen en champagne en feest en danseressen en allerlei dingen geregeld. Hebben wij strakjes gewoon hier. Dat is zo. Dat is gewoon even niet anders. Maar we vinden het heel fijn dat je in ieder geval op deze manier even bij kan zijn. Mag ik je de brutale vraag stellen? Zou je ons nog even met jouw prachtige stem mee kunnen nemen in een van deze verhalen? Heel graag doe ik dat. Dat doe ik pas nadat ik eerst nog een keer ook gezegd heb. Ik zei net al dat ik het zo'n mooi boekje vind. Je vindt het achterin ook staan. Hè? Dat de tekst die is gebaseerd op de ervaringen van Frans van der Valk, hoofd P&O bij Werkse. En het is geschreven door Aske van der Toren. Dat wil ik er even bij zeggen, omdat het echt zo hartstikke goed is. En ik ga je het verhaal voorlezen wat ook de titelverhaal is van het boekje Iemand. Zelfs als hij er wel was, was hij er niet. Jan, grijzer dan hij, heb ik ze zelden gezien. Zijn haar had een vage, nondescripte kleur. Zijn kleren zagen er stevast uit alsof ze verkeerd werden. Wit en bont door elkaar, uiteindelijk alles grauw. Maar daar lag het allemaal niet eens aan. Dat grijze van hem, dat zat van binnen. Jan ging totaal op in de achtergrond. Stilletjes, voorovergebogen, in zijn doosjes te vouwen. Hij zat midden tussen de mensen, maar maakte deel van uit. De groep vouwde zich naadloos om hem heen. Voetbalwedstrijden werden gesproken zonder zijn inbreng. En als er een grapje werd gemaakt, keek niemand of hij op meelachte. Als zijn werkleider had ik een tijd echt mijn best gedaan. Geprobeerd hem tot andere taken te verleiden dan alleen dat doosje vouwen. Maar altijd stuitte dat op een muur van laat mij maar. En ik kan verder toch niks. Nou, en toen wist ik het ook niet meer. Last gaf hij niet, dus liet ik het maar gaan. En zo werd Jan ook voor mij een grijs stuk achtergrond. Iemand die niemand was. Jan was geen prater. Dus toen hem vanuit het bedrijf een gesprekstraining werd aangeboden, had ik daar weinig fiducie in. En niet lang daarna
vertrok ik van mijn afdeling. Zonder een gat na te laten, want hoe herinner je? Niemand. Ik vergat hem akelig snel. Maar toen ineens was hij er weer. Zomaar, vanuit het grijze niets, kwam hij mijn werkvloer oplopen. Ik herkende hem nauwelijks. Zijn haar was nog steeds vaal en het verschil tussen bont was en witte was had hij nog altijd niet gezien. Maar verder was alles anders. Kwiekeren, doelbewuste blik, een steekmapje met uitgeprint papierwerk prompt onder de arm. Of ik even tijd had, wilde hij weten. Er was iets in mijn uuropgave dat verduidelijking behoefde. Achteraf gezien had ik het misschien kunnen weten. De manier waarop hij zijn doosjes vouwde. Nooit een frommelhoekje. Elk foutje heeft hij gelegd. Dat was een nauwgezet man. Wist hij zelf ook niet. Maar dat pareltje hadden ze dus uit al die grijsheid opgediept. Dat precieze, dat exacte. En nu liep hij samen met mij de opgave van mijn afdeling door. Competent en precies. Alsof het normaalste zaak van de wereld was. Er was geen slordigheidje dat aan zijn aandacht ontsnapte. Jan was iemand geworden. Haarscherp afgetekend tegen de grijze achtergrond. Prachtig. Prachtig, ja. Kijk, en dat moet er dus gebeuren met al die mensen die niet aan het werk zijn. Die moet je gewoon kijken wat ze kunnen. En dan moet je ze daarmee helpen om dat tot ontwikkeling te brengen. En moet je zien wat er dan gebeurt. Ja. Dan hebben we die commissie Borstland 2. Die krijgt een geweldig succes. Kijk, mooi. Mooi. Ik krijg gelijk trouwens ook reacties natuurlijk van mensen die zeggen, oh, dit boek moet opnieuw worden uitgegeven. Er zijn veel meer mensen geïnteresseerd. Daar hebben we iets op gevonden, Job. Want zoals ik net dat fragmentje liet horen, je hebt het ingesproken, het boek. Zo is dat. Ja, dus vanaf nu kan iedereen met dit prachtig sonore stemgeluid luisteren naar al deze verhalen, waardoor ze nog beter binnenkomen. Dat is eigenlijk, ja, het is een beetje vreemd natuurlijk, want jij neemt afscheid, maar je geeft ons een cadeau. En dat is fantastisch. Volgens mij, als ik dit aankondig... Sorry, ja? Zoals je net al, niets leukers vind ik dan zo die boeken voorlezen. Dus ik heb dat met heel veel plezier gedaan. Ik zie daar trouwens nog een paar exemplaren liggen. Ik mag hopen dat Hans Borstlap en Adnan Teken er allebei eentje krijgen. En als we elkaar zien, dan zal ik daar met alle liefde nog eventjes mijn handtekening inzetten. Kijk, helemaal goed. En ondertussen kunnen ze er ook naar luisteren. Job, mag ik je ontzettend bedanken. En dat niet alleen voor nu, maar voor alles, zeg maar, als ik dat even zo mag zeggen. En dat doet geen enkel recht om dat op dit moment op deze manier te doen. Er zijn volgens mij ook andere momenten al geweest. Maar persoonlijk vond ik het ook altijd leuk om met jou deze Cedrislezing te openen en te sluiten. Dus heel veel dank daarvoor. En we hebben nog een soort filmpje volgens mij waar nog even promotie wordt gemaakt voor dit boek. Want het is gewoon op Spotify te beluisteren, want zoveel mogelijk mensen moeten dit bereiken. Dat gaan we nu laten zien. Job, ontzettend veel dank. Spotify en je ziet er onderin ook op YouTube en alle andere. Ik zie het opschrijven. Ben je een luisterboekluisteraar, podcastluisteraar? Nee, vanaf nu. Dat zou vanaf ik in de auto moeten doen, maar nee. Duidelijk. Maar goed, we zijn aan het einde gekomen van deze Cedrislezing 2022. En ja, het goede nieuws was natuurlijk, Hans Borstlap zei, je hebt wind mee, klinkt het. Ervaar je dat ook? Ja, als het gevoel voor urgentie wat ik voel straks ook bij anderen voelbaar is, dan heb ik er alle vertrouwen in dat we met elkaar de goede stap, en ik zeg heel bewust met elkaar, want ook als CEDUS kunnen wij het niet alleen. Dan hebben we goede partners als de MBO-raad, maar ook hele inspirerende mensen als Hans Borstlap en Job Cohen nodig om af en toe het oor bij te luisteren te leggen, om weer die stappen vooruit te maken. Want uiteindelijk doen we het voor al die mensen die bij onze leden rondlopen. Ja, tot zover deze middag. Nou, ik heb nog een heel mooi boek wat Job net heeft een stuk heeft laten luisteren. En ik hoorde Adnan net zeggen van, we moeten voorbeelden hebben. Nou, Adnan, ik geef jou deze, want dan heb je wat leeswerk voor onderweg. En daar zitten genoeg voorbeelden in om heel erg geïnspireerd te raken voor een toekomstige en nieuwe extra stevige samenwerking tussen CEDRIS en de MBO-raad. Ja.
En ook voor Hans. Dank je zeer. Alsjeblieft. Dank je zeer. Kijk. Heel mooi. Nou, dan kan je het gewoon en lezen en er kan nog eventueel dus nog iets van Job Boot die ook nog aan wil inzetten. Dus dat gaat helemaal goed. Tot zover deze Cedrislezing 2022. Nadat ik jou ontzettend bedankt heb voor jouw inspirerende, bezielende leiding. Met heel veel plezier. Ja. Geweldig, dankjewel. Dan is hiermee ook deze bijzondere zitting van de commissie Borslap 2... met de achtbare leden Adnan Teken en natuurlijk Hans Borslap. Heel veel dank. Dank u wel voor het kijken. Heeft u vragen, opmerkingen naar aanleiding van dit webinar... laat dat ook gewoon weten. En dit keer was het 10e Cedrislezing. Ik sluit zomaar niet uit dat er volgend jaar een 11e is. Heel veel dank en ik wens u alvast een hele fijne middag. Dank u wel.